DorpsTV Achterveld. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom. Het tweede maal dat we op deze manier bij elkaar zijn. De vorige keer, zal u niet verrassen, is 4 jaar geleden geweest. Het politieke spel groeit nog steeds. Ik denk toch dat een beetje het maximum bereikt is met een aantal mensen. Nee? Oké. Mijn naam is Edwin Windekamp, ik ben voorzitter van de dorpsraad. We hebben gemeente dit te willen organiseren. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Anders dan de vorige keer, het kan bijna niet omgaan, maar het wordt allemaal opgenomen. Dat betekent dat het ook weer af te kijken is, tenminste, als het allemaal lukt. Maar dat gaan we wel merken. Dus weet dat in ieder geval alles later weer terug te zien is. Ik denk het goed is dat iedereen achter de tafel zich één voor één even voorstelt. Dan weet tenminste de zaal wie zich voor zich hebben, zover dat nog onbekend is. Dan weet ik niet of ik de regie met een verrassing op zou al, maar mag ik daar beginnen? Mijn naam is Charlotte van Maurik. Microfoon. Zal ik gaan staan? Goedenavond allemaal. Ik stel me graag aan u voor. Mijn naam is Charlotte van Maurik. Ik sta op de lijst van D66 Leuzen. Wil je iets weten over mijzelf of wil je iets weten over... Oh, dat is goed. Als gaan we nu uitlopen, dat is niet de bedoeling. Niemand dat je zo kijkt, kunnen ze hem ook zien. Mijn naam is John van Alderen, ik ben raadslid voor D66 en ik sta weer op de lijst. Mijn naam is Jan Mulder en ik sta ook voor D66 op de lijst. En ik moet u allen even melden dat onze lijsttrekker Albert Dracht helaas met griep thuis in bed ligt. Anders had hij er zeker ook gestaan. Niet bang worden, jongen. Ja, mijn naam is Wim van Hel, raadslid voor de ChristenUnie SGP. En ik hoop ook nog weer door te gaan, sta op de derde plaats. Mijn naam is Jan Overweg, op de lijst van de ChristenUnie SGP. Mijn lijsttrekker is er ook, ga even staan. Kijk, daar zit ze. Maar zij is goed in delegeren, dus wij mogen het doen. Op dit moment ben ik wethouder en wellicht de volgende periode ook. Ik ben nou Guus Verginkel uit Stoutenburg. Ik sta voor de SP op de lijst, op nummer 3. Dus dik verkiesbaar. Goedenavond, ik ben Annette Belt van SP Leusden en lijsttrekker. Zo. Goedenavond, mijn naam is Erik van Beurden. Ik ben nummer 3 op de lijst voor GroenLinks PvdA. En nu wethouder en kandidaat wethouder voor GroenLinks PvdA. Mijn naam is Marcel Steukenboom. Ik ben raadslid en lijsttrekker voor de komende periode. Leuk om hier in Achterveld te zijn. Kan ik het gelijk even goed maken? Want... Ik heb een oom die Achterberg heet. Ja, stom van mij, heel stom. En natuurlijk waren er collega-partijen die gelijk dat issue pakten en dat even vergroten. Dank daarvoor. Alle aandacht is welkom en leuk om hier te zijn. Hallo, ik ben Lieke van der Ham. Ik sta op de lijst voor GroenLinks PvdA. Dankjewel, Lieke. En mijn naam is Carlos Genders. Ik ben fractievoorzitter en lijsttrekker voor de VVD. Ik ben Klaas Roskam, lijsttrekker. Ach, nee. Snel, hè? Snel, hè? We hebben er dus 2. Maar ik sta nummer 2 op de lijst. Ik wil met heel veel plezier nog 4 jaar voor jullie aan de gang in de raad. Goedenavond, ik ben Henny Karels. Ik sta ook op de lijst van de VVD. En hoop ook voor u aan de slag te kunnen. Nee, ik wil wel zeggen, dat zei ik net ook, speel sinds jaar en dag in Amersfoort bij Kwik. En als ik hier dan speel, het zijn altijd lastige uitwedstrijden tegen Achterveld. Maar ik kijk er wel naar uit om hier vanavond te zijn, dus goed. Nou ja, welkom bij deze uitpartij. Ik ben gewoon een thuiswedstrijd, Wim Vos, kom uit Achterveld, lijsttrekker voor het CDA. Daar ben ik heel trots op en ik hoop van harte het CDA-programma uit te dragen. Goedenavond, mijn naam is Roos Tolboom, inwoonster van Stoutenburg. Ik sta op nummer 5 van de lijst van het CDA. Ik ben Wim Beginkel, ik woon bijna in Achterveld, net niet heel.
Maar ik sta op de lijst voor het CDA op nummer 4. En mijn eerste kennismaking met Achterveld weet ik zelf niet meer, maar dat was dokter Bram. Die heeft me op de wereld geholpen. De eerste dorpsarts van Achterveld. Nou, dan weten jullie in ieder geval wie aan deze kant van de tafel zit. Ik wil het jullie makkelijk maken in de zaal. Ik heb een lastig weekend achter de rug. Ik heb namelijk de programma's gelezen van de partijen. Dus ik heb eigenlijk maar bedacht, laat de partijen nu maar in 3 minuten vertellen waarvoor ze staan. En dan eigenlijk ook nog gericht op Achterveld en Stoutenburg. He, dus het leuzen, dat is natuurlijk ook belangrijk, maar Achterveld en Stoutenburg is nu vandaag iets belangrijker. Dus jullie krijgen allemaal 3 partijen, per partij 1 persoon 3 minuten. En ik stel hier de klok in en als die gaat, dan is het gewoon over. Kijk je helemaal aan. Ik ben net hier begonnen. Ik stel voor om die kant te gaan beginnen. Wie mag ik het woord geven? Ja, kom maar op. Nee, de microfoon. Je kan gewoon blijven zitten. Oh, ik kan gewoon blijven zitten? Ja. Ben ik goed te verstaan voor iedereen? Ja. Tijd gaat nu in, Wim. Oké, dankjewel. Het CDA Leusden, Achterveld, Stoutenburg heeft een programma waarin wij zeker een aantal punten van Achterveld benadrukken. Maar ik wil eigenlijk eerst naar een groter perspectief. Het CDA heeft hard gevochten om een regionale ruimtelijke visie, om daar zodanige stem voor de gemeente Leusden in te laten merken, dat wij Leusden, Achterveld en Stoutenburg vooral dorps en groen weten te houden. Wij waarderen de kwaliteiten van onze omgeving en dat geldt zowel voor Achterveld als voor Stoutenburg, want daarvoor zijn we hier, Erik, of Edwin, sorry. Dat was de bedoeling, hè? Om die te benadrukken. Ja, ja. En dat zijn thema's waar wij ons hard voor inzetten. Ik denk de meesten ook wel weten dat ik zeker de afgelopen jaren mij enorm druk gemaakt heb met de inrichting hier van het dorpshart. Ik ben er hartstikke trots op om te zien wat er nu tot nu toe al gerealiseerd is en gerealiseerd nog verder gaat worden. Heel mooi. Maar we zijn nog niet klaar. Groot Achterveld moet nog gebeuren. Masterbroek moet nog gebeuren. En er is natuurlijk een Hessenweg waar het nodige over te doen is. En ik heb begrepen dat daar gisteravond ook nog weer het nodige over te doen was. We gaan kijken hoe dat uitpakt. Maar we zetten ons voor de volle overtuiging in om net zo goed Achterveld op de kaart te zetten. Stoutenburg op de kaart. En Leusden op de kaart. Oh, ik heb nog 1 minuut. Dat is echt lang. Ja, een aantal thema's wat je bij ons in het programma in ieder geval terug ziet komen. Dat wij het dorpshart voor Achterveld, kun je in het programma terugzien dat wij daar aandacht aan willen besteden. Niet alleen de Hessenweg, maar juist ook hier het hart tot aan de Moespot aan toe. En wij zijn heel benieuwd hoe we daar met de samenleving een goed programma voor neer kunnen zetten. Dus onze uitdaging voor Achterveld in ieder geval. Voor Stoutenburg, met name het dorpse groene karakter, want er dreigde vanuit Amersfoort echt wel een grootschalige woningbouw. En daar hebben wij ons tegen verzet. En wij willen graag dat deze omgeving dus dorps- en groen blijft. Zorg is een belangrijk aandachtspunt voor ons in ieder geval. De Heelkom en alle zaken daaromheen, die zullen we natuurlijk goed moeten borgen. Ook daar houden wij scherp in de gaten dat daar ook de zorg goed geregeld wordt. Een Moespot heeft een belangrijke functie hier in het dorp. Hetzelfde geldt voor de verenigingen, waar wij ook het nodige mee willen bekijken wat we kunnen gaan doen. Voor de verenigingen hebben we bijvoorbeeld dat we het parkeren rondom de sportvoorzieningen willen we goed in de gaten houden en kijken of dat nog voldoet, of dat het misschien verbeterd moet worden. En voor de rest hebben wij bijvoorbeeld dat we bij de sportvelden, dat we kritisch kijken, gaan we de korrels nog wel handhaven of kunnen we kijken of daar een beter materiaal is, zodat het veiliger is voor de kinderen. Nou zit ik wel aan die 3 minuten. Oké, ik rond hem af. Dank u wel. Volgende. Alle waardering, goed op de tijd gelet. Wie mag ik hierna het woord geven? Het is wel zo, hè? Misschien was even de indruk bij Wim ontstaan dat de resttijd naar de volgende partij ging. Dat is niet zo. Als de tijd op is of als het over is, is het weg. Dus u hoeft niet ongerust te zijn dat de laatste de meeste tijd krijgt. Jij houdt zelf de tijd in de gaten? Ja hoor. Komt goed. Ja, dank u wel. De VVD wil graag dat Leusden, Stoutenburg en Achterveld klaar worden voor de toekomst.
wat de VVD betreft een groene toekomst waarin er ruimte is voor de natuur en meer ruimte komt voor recreatie, toerisme en ontspanning. Specifiek voor Achterveld betekent dat dat ook de natuur in Achterveld beter toegankelijk wordt. We hebben nog wel een dingetje als het gaat over toegankelijkheid met loslopende honden. Daar moet ook aan gewerkt worden. De VVD wil ook dat kinderen van mensen die nu in Leusden, Achterveld en Stoutenburg wonen, later ook weer in Leusden of Stoutenburg of Achterveld kunnen gaan wonen. De woningmarkt zit op slot. Die krijgen we alleen een vlot als we gaan bouwen voor starters en voor senioren in de vrije sector. Dat betekent ook dat er een lift in moet komen als gebouwen minder dan 4 verdiepingen hoog zijn. Want ook in Achterveld zijn mensen die graag een grote woning willen verlaten en wat kleiner willen gaan wonen. Dat moet er wel op een goede manier kunnen. De VVD wil ook goede en betaalbare zorg. We moeten inzetten op preventie en vernieuwing en ook overal in onze kernen die zorg beschikbaar en toegankelijk houden. We accepteren geen slecht management van die zorg. We willen ook dat de gemeente in controle blijft op de kosten en kijkt waar ingezet kan worden op preventie en waar mensen vanuit de samenleving een bijdrage kunnen leveren. De VVD wil niet dat onze kinderen straks de rekening gaan betalen van onze financiën. De VVD wil ook dat Leusden, Achterveld en ook Stoutenburg beter bereikbaar worden. Je ziet dat de economie aantrekt. Dat merk je iedere dag als je de snelweg op wil in de spits. Het is gewoon drukker. Dat geldt ook voor de wegen van Achterveld naar Leusden. En van Achterveld naar de snelweg naar Amersfoort. Dat moet beter. Ook per bus en ook per fiets. Dat betekent ook dat we snellere fietspaden gaan krijgen. Bijvoorbeeld van Barneveld via Achterveld naar Amersfoort. Fietssnelwegen naar Amersfoort Centraal of naar station Hoevelaken. VVD staat ook voor ondernemen. Bijvoorbeeld de bakker open op zondag. Maar ook inwoners zelf moeten kunnen ondernemen. Wij zijn voor het Right to Challenge. Als er een organisatie, nou ik neem maar bijvoorbeeld de dorpsraad, zegt wij kunnen een taak van de gemeente beter, goedkoper uitvoeren, dan mogen ze wat ons betreft dat oppakken, krijgen ze daar ook budget mee. Je zou ook kunnen denken aan een echt dorpsplein in Achterveld. We hebben heel veel geïnvesteerd in de Biezenkamp. Geïnvesteerd dan gaan we in de Hamershof ook in Achterveld investeren. Dankjewel. Ja, hij heeft mij nu die halve minuut gelaten. Maar even heel kort. Heeft u wel enig idee hoe Achterveld op de kaart staat als het gaat om de gemeente Leusden? Alle bloedgroepen in Achterveld zijn vertegenwoordigd in de raad. Elk onderwerp wat wij vanavond hier bespreken is op de een of andere manier linksom of rechtsom een keer door de raad geweest, dan wel met elkaar besproken. U heeft ook nog een wethouder die af en toe liberale trekken heeft als wethouder, maar dat stellen wij natuurlijk ook zeer op prijs. Kortom, u bent behoorlijk goed vertegenwoordigd. En dan ga ik toch even wat stelen. Nee. Ja, want ik wilde... Het is gewoon heel simpel. Het is gewoon heel simpel. Als het niet mag gebeuren, doe ik het straks. Dat is goed. Prima. Ik moet zeggen, ik ben wel heel blij dat op deze manier het programma toegelicht wordt. Want ik had me echt uren kunnen besparen om eerst hier alles te horen en daarna te gaan lezen. Want ongelooflijk. Want wie heeft nog meer het programma gelezen? Want, ter voorbereiding? Ja, oké. Okay, sommigen zie ik enige. Ah, oké. Okay. Wie mag ik van de PvdA-lid voorgeven? Ik zal aftrappen en dan geef ik aan die liberale wethouder zometeen ook nog het woord. Graag zelfs. Kunnen die mannen van de VVD even luisteren? Nee, heel simpel. We hebben 3 speerpunten. Duurzaamheid. Wij willen dat Leusden, Achterveld, Stoutenburg echt in 2030 al energie-neutraal gaat opereren. Dat is een hele uitdaging. En ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Wij willen dat iedereen in Leusden, Achterveld en Stoutenburg gewoon een fatsoenlijk leven kan leiden. Dat is enorm belangrijk. En we willen, daar kom ik zo op terug, dat inwoners gewoon zelf besluiten kunnen nemen over hun omgeving. Lichten we zo toe. En wij kennen Achterveld als een hele sterke en krachtige samenleving die het zelf wel regelt. En dat sluit heel goed aan bij onze 3 uitgangspunten, namelijk sterk, groen en sociaal. Daar kom ik later ook nog op terug. Wat hebben we nou in de afgelopen raadsperiode hier in voor Achterveld gedaan? Waar we ruimte hebben gecreëerd om Achtervelders
zelf dingen op te laten pakken. Een paar voorbeelden. Het gebouw van de oude bibliotheek is niet gesloopt en er is ruimte gegeven aan DAVA om te kijken hoe die gebruikt kan worden. Er zijn veel GroenLinksers en PvdA'ers actief in dat verband. Daar zijn we toch trots op. We hebben DAVA ook gesteund met de start van het inlooppunt bij de Moespot en specifiek de koffieochtenden. Automaatje is in een heel snel tempo opgezet. U kent het, als onderdeel van DAVA. De Heelcom bevat heel veel diensten onder één dak. Mag u trots op zijn, zijn wij ook trots op. Dit bevordert de samenwerking en biedt voorzieningen in het dorp. Wat ons betreft blijft dat ook. De Denktek Achterveld met vertegenwoordigers vanuit alle belanghebbenden is gesteund en we hebben ruimte gegeven om Ride to Challenge toe te passen op het verkeersplan. Wat willen wij in de komende periode voortzetten? Zo, dan moet ik even opschieten. Daar schrik ik even wakker van. Een paar dingen, denk ik. Achterberg, die laat ik maar even achter me. Maar wij denken dat we Achterveld best wel een beetje kennen. Een paar dingen uit ons verkiezingsprogramma die daarop aansluiten, denk ik. In Achterveld kan veel. Marcel zei het al, het dorp pakt heel veel zelf op. Dus onze grondregel is, laten wij niet gaan doen wat het dorp zelf kan. Omgekeerd, als het dorp zegt, wij willen verder, wij kunnen meer, dan zijn wij er graag bij om daarop aan te sluiten. Marcel noemde al een paar dingen waar wij ook trots op zijn, die echt gebeuren in het dorp. Van Sint-Jozef tot de Heelcom, van de Moespot tot de Oude Biep. Er staat gewoon een hele goede gezondheidsstructuur in het dorp. En wij denken dat het dorp daar misschien nog wel wat verder in zou willen. Wij zien het heel goed te zitten als het dorp zegt, joh, wij pakken meer zorg zelf op. We regelen dat zelf en willen daar ook graag wat meer budget bij. Ook met de twee basisscholen denken wij dat jeugdzorg, WMO, misschien wel heel goed in handen kan zijn van eigen Achtervelders die daar nu al met veel vrijwilligheid bij betrokken zijn. Dat is een voorbeeld. De tweede, er gebeurt gewoon heel veel in het dorp. Veel ontmoeting, veel gezelligheid, veel feest en feestgedruis, zeg ik dan maar. Van carnaval tot culdoto. Jullie weten het allemaal beter dan ik. Wij vinden het belangrijk dat we daar als gemeente nu... Hij is over. Ja. Het is over. Nou, voor u zit voor de eerste keer SP Leusden, doen het voor het eerste keer in de geschiedenis mee, dus ook voor de eerste keer in Achterveld. Ik ken Achterveld als een prachtig dorp. En hoe ken ik Achterveld? Ik heb jaren gewerkt op Eemlook, op de knoflookkwekerij bij Jan en Kobi de Kruif. Ja, dan leer je Achterveld kennen, dan leer je Schouten kennen, dan leer je hoeveel... saamhorigheid er in dit dorp is. Ik heb hier ook vaak gestaan met de bus van Emmaus bij de kerk, waar u dan allemaal kleren kwam brengen. Ongelooflijk, we bussen vol hebben we hier weggehaald. En juist die saamhorigheid trekt mij zo aan in Achterveld en Stoutenburg natuurlijk. Want daar is het waar het in politiek over zou moeten gaan. En met rekening houden met elkaar en samen problemen oplossen. Dat we leven met en naast elkaar. Een solidaire samenleving waar we elkaar helpen en zorg hebben voor elkaar. Na jaren met en voor inwoners, ook in Achterveld, actie gevoerd te hebben voor onder andere schoolzwemmen, de bus terug. U kent het misschien nog, in 2013 zijn we hier heel hard bezig geweest om de bus naar het meander terug te krijgen. Niet gelukt, maar we laten het niet los. We vechten door. En na al deze strijd is het nu eigenlijk tijd om de straat waar wij lopen ook eens in de raad te gaan zitten. En wij zullen ons in de raad dan ook gaan manifesteren als echte volksvertegenwoordigers. Want wij blijven, we zijn en we blijven een activistische partij. En we zullen altijd hier in Achterveld en Stoutenburg blijven vragen hoe het met u is, wat u veranderd wil zien en waar u blij mee bent, ook na verkiezingstijd. En wat SP nou voor Achterveld wil, weet u wat het is? Het doet ertoe wat u wilt, niet wat wij willen. Wij willen dat het dus weer gaat om de samenleving waar de mens centraal staat en niet de vrije markt of de strikte regelgeving. En het kan, als u het wil, want het zijn politieke keuzes. En meer tijd heb ik niet nodig. Geweldig. De volgende keer kunnen we tijd gaan besparen. Twee minuten is meer dan genoeg. Wie? Jan? Ja.
namens de ChristenUnie SGP. Afgelopen 4 jaar wethouder geweest en vaak in Achterveld geweest. Op de fiets, zoals u weet. Meestal kom ik op fiets. En ik heb Achterveld wel leren kennen. Jullie zijn een mooi dorp, met mooie mensen. En jullie hebben iets met elkaar. Hè? Net al even genoemd, DAVA is ontstaan. Heel veel mensen betekenen iets voor elkaar. En daar zijn we best als gemeentebestuur trots op. De ChristenUnie SGP heeft als titel Geloof in Leusden. Dat is natuurlijk ook een beetje naar onze achtergrond toe. Maar ook wel dat wij geloven in de kracht van Leusden. In de kracht van Achterveld en de kracht van Stoutenburg. En eigenlijk hebben wij 3 thema's die we de komende tijd wel met u zouden willen aanpakken. Ik ben het helemaal met Annette eens. We willen het graag samen met u doen. Het eerste thema is vitaal Achterveld. Wij denken dat Achterveld vitaal is, maar nog woningbouw nodig heeft. Groot Achterveld mocht ik de afgelopen jaren doen. Er wordt langs gestaag aan gebouwd. Masterbroek en wellicht nog wel meer om Achterveld vitaal te houden. En ook ondernemers. Ondernemers, er zijn er een aantal. De goudsmid is er. Er is een supermarkt. Er is een fietsenmaker. Er is een bloemenzaak. De kapper hierachter. En de bakker. Laat eerst maar eens een bakker komen, meneer Carlos. En dan op zondag maar eens kijken of die open moet. Maar laat eerst de bakker maar eens komen en de slager. Dat zou heel belangrijk zijn. Met elkaar zou het goed zijn dat we die hier weer krijgen. Het tweede thema is zorg. En we hebben best een beetje zorg om de zorg. De Heelkom is een prachtig instituut waar veel mensen hard werken. Gisteren was ik er nog, in het kader van Ik Pas, een maand zonder alcohol. Samen met Willem Koch gaan we dat hier in Achterveld ook op de kaart zetten. En wij denken dat daar nog wel meer uit te halen valt. Als je de Heelkom bekijkt, samen met de 2 scholen, de Sint-Jozefschool en het Stadblok, dat kan krachtiger. We hebben op de jeugd een groot tekort. Dat is niet het belangrijkste. Maar volgens mij kunnen we daar nog wat meer zorg geven. De ChristenUnie SGP zou willen investeren in de Heelkom. Om te zorgen dat dat nog een krachtiger instituut wordt. Zodat alle kinderen in Achterveld kunnen blijven. Zo weinig mogelijk kinderen Achterveld uit. En dan is het natuurlijk DAVA. Ik noem het net al even heel belangrijk daarin. Ik kijk even naar mijn tijd. Ik heb nog, zie ik. DAVA is heel belangrijk. En het zou prachtig zijn als de BIEB, wat daar jongeren komen te wonen, dagbesteding is. En ook ouderen een dagbesteding kunnen krijgen. Ik zou het heel mooi vinden als dat gaat lukken. En daar heb ik alle vertrouwen in. Laatste thema, en dat is het akkoord van Achterveld. Wij hebben gezegd, een deel van de begroting moet je apart zetten. Dat deel, dat is van de inwoners. Laat er maar een kort akkoord in Achterveld-Stoutenburg ontstaan. En beslissen jullie met elkaar maar wat belangrijk in Achterveld is. En wat ons betreft krijg je dan geld gewoon gestort en kun je weer aan de slag. Wij geloven in de kracht van Achterveld-Stoutenburg. En daar gaan we voor als ChristenUnie SGP. Geloof in Achterveld, geloof in Stoutenburg. Ik heb echt diep respect voor jullie, zoals jullie op de tijd kunnen letten. Heel goed. De laatste. Nou, ja. Wie of wie? Albert is het natuurlijk niet, dan... Ik zal de tijd dichterbij zetten, maar... D66... gelooft altijd in de kracht van mensen. En al mijn sprekers hiervoor hebben ook al mooi aangegeven hoe mooi dat in Achterveld zich openbaart op verschillende terreinen. En dat vind ik heel mooi om te zien en dat is een voorbeeld voor de rest van Leusden. Leusden wil daar een voorbeeld aan nemen hoe mensen hier samen problemen kunnen oplossen. D60 staat voor goed wonen, goed werk en goede zorg. En goed wonen is ook voor de mensen na ons. D60 denkt dat er nog steeds gebouwd moet worden. Niet alleen voor mensen hier, maar ook voor mensen die naar onze regio willen komen. Wij hebben niet het alleenrecht om hier te genieten van deze prachtige regio. Er zijn ook andere mensen die hier willen of moeten wonen. En wij denken dat we daar nog steeds voor moeten bouwen. Goed werk is natuurlijk ook goede werkgevers hier. Bedrijven die hier kunnen vestigen en die hier geen last moeten hebben van rare regeltjes die geen nut hebben. Daar zijn wij ook tegen. Goed werk moet altijd kunnen. En tot slot, goede zorg is iets waar wij als D6 altijd voor sterk hebben gestaan. En met name ook preventie. Want wij denken dat je met preventie veel meer kan winnen dan met zorg achteraf. We hebben in ons partijprogramma hele mooie voorbeelden gegeven hoe wij denken dat we daaraan kunnen werken. En dat wij ook jonge ouders en kinderen daarbij kunnen helpen. Want de wethouder heeft al net gezegd, daar hebben wij nog een groot probleem. Want we hebben daar heel veel zorg waarvan we denken dat dat minder kan worden. Als we dat ook vergelijken met andere steden, moeten we dat beter kunnen. En D60 heeft daar concrete plannen voor die we ook hier in dit mooie dorp zouden willen uitvoeren. Dat is het wat mij betreft het belangrijkste. Dankjewel.
Ik heb het net al geschetst, het was misschien een beetje gekscherend bedoeld, dat ik heb van het weekend echt die 150 pagina's van alle partijen gelezen. En ik zou eigenlijk een oproep willen doen om het de volgende keer anders te doen, want het is echt heel veel. En wat me dan opvalt, en daar ben ik heel blij mee, dat er achter nu allemaal foldertjes liggen die dan in 2 of 3 kantjes de highlights geven van wat de partijen doen. Ik zou bijna zeggen, deel die uit en niet de 150 velletjes van alle partijen bij elkaar. Maar goed, dat is voor de volgende keer. Want dan haal je er wel wat meer uit dan wat je nu allemaal moet nalezen. Nu is het aan jullie, aan de zaal. Ik heb alleen wel een puntje voor orde. Want zoals jullie weten wordt alles opgenomen. En geluid heeft dringend verzocht om goed in de microfoon te praten. Dus als je een vraag hebt, loop even naar de microfoon. Of geef mij een seintje, dan haal ik de microfoon erbij. Maar dat is wel even de wens. Want anders is de vraag voor het thuisvolk niet meer te horen en te volgen. Wie of wie mag ik het woord geven? Henry, ja, wil jij hier achter de microfoon staan? Moet ik even opzij, denk ik. Kan die... Jij staat aan. Oh, oké. Okay. Ja? Geluid ook? Beeld? Ik ben Henry Schouten van de plaatselijke supermarkt, maar dat wisten jullie natuurlijk al lang. Ik hoor een aantal keren door de partijen heen budget voor Achterveld en dan kunnen ze zichzelf redden. Hoe willen jullie daar praktisch invulling aan geven? En dan ga ik even op volgorde af van de partijen die dat gezegd hebben. Dus weer van daar naar daar. Volgens mij waren het er 3. Ik ben er heel benieuwd naar. Ja, dank u wel. De VVD wil eigenlijk het Right to Challenge invoeren, maar dan ook echt. Dat betekent dat iedereen in Achterveld tegen de gemeente mag zeggen, dit is een taak die de gemeente nu uitvoert, dat willen wij nu zelf gaan doen. Het budget dat daarvoor nodig is, moet daarvoor beschikbaar gesteld worden. Dus niet, we zeggen niet van Achterveld krijgt een bepaald budget. Het gaat om plannen die er zijn, plannen die er komen. Wat ons betreft kan dat over de hele breedte van het beleid. Als Achterveld zelf zegt, we gaan alle wegen vernieuwen, of we gaan de zorg vernieuwen, of we gaan zorg onder elkaar regelen. We hebben budget nodig om daar ondersteuning in te krijgen. Ja, wat ons betreft, samenleving, kom op met een plan. Ik wil voorkomen dat Henry even naar voren moet komen om door te vragen. Mm-hmm. Maar hoe zie je dat nou concreet voor je? Want moet er een plan ingeleverd worden? Komt er een toetsingscommissie? Gaat Samenlevingsfonds voorop wat doen? Hoe wordt dat ingevuld? Ik denk dat je niet heel structuren daarop moet gaan inrichten. Ik denk dat je plannen die komen moet gaan beoordelen en aan de raad moet voorleggen. En dat je een structuur moet bedenken waarin je dat heel makkelijk kunt maken. En daar een bepaalde tijd voor stelt. Dat je een concrete afspraken maakt over een resultaat. Lukt het? Fantastisch. Lukt het niet? Dan gaan we weer iets anders ontwikkelen. Ja. Lieke. Ja. Wij gaan daar een stap verder in. Wij hebben opgenomen dat wij 5% van de begroting van de gemeente die vrij besteedbaar is, ingezet kan worden in de verschillende dorpen. Dat betekent dus ook een bedrag voor Achterveld en Stoutenburg. Wij geven aan dat mensen, dat het budget wordt beschikbaar, dat de Achtervelders met elkaar in gesprek gaan en dat vanuit Achterveld het budget wordt ingezet op die dingen die zij belangrijk vinden. Dus het is niet de gemeente die een probleem aandraagt en die zegt van, geef me aan hoe je het gaat oplossen. Nee, wij zeggen, bewoners, wat zijn de problemen die jullie belangrijk vinden in het dorp en die jullie willen aanpakken? Dat als eerste. En dat betekent, heeft een grote consequentie voor de raad. Want dat betekent dat de raad een stukje loslaat. De raad gaat niet achteraf nog een besluit nemen. Wij geven de kaders aan en we zeggen, de besluitvorming over jullie ideeën ligt bij jullie bewoners en gezamenlijk komen jullie eruit. En de rol van de gemeente hierin is een stukje faciliteren, helpen met werkvormen om het te realiseren. Mag ik even wat vragen? Als nu Achterveld zegt, we willen dat geld besteden om 8 verkeersdrempels extra te maken, dan mogen zij dat gewoon zelf weten.
Dat is dan als dat vanuit het dorp komt. Het ligt eraan, maar als in een proces... Ik dacht dat de zaal vragen ging stellen. Ja, ik doe mijn mond wel. Ik blijf even hier staan hoor. Ja. Gewoon controle. Dankjewel Lieke. Het was duidelijk. Ja? Ja. Okay. Maar er was nog een partij. Voor mij was ik de derde. Ik had over het akkoord van Achterveld. Eén kader is, het moet gaan over iets wat van de gemeente is. We gaan geen dingen financieren die niet van de gemeente zijn, want het zijn burgers die betalen. Dat is één kader. Tweede is, draagvlak bij de inwoners. Dus degene die initiatief neemt, dat kan de Dorpsraad zijn, dat kan DAVA zijn, dat kunnen kerken zijn, dat kunnen we ook met elkaar doen. Die moeten kijken van, wat is gedragen door de bevolking? En dat plan komt bij ons. En vervolgens is het geld beschikbaar wat wij ook uitgeven. En de raad ben ik helemaal met Lieke eens. Aan de voorkant zeggen van, dit geven we uit handen en daarna niet meer zeuren. Dus laten we ervoor zorgen dat ook de mensen die het initiatief nemen het ook kunnen afmaken en geld beschikbaar krijgen. En we hebben gezegd 1% van de begroting is beschikbaar. Dat is ongeveer 500.000 per jaar. Dus 2 miljoen over de 4 jaar. En daar heb ik alle vertrouwen in. Zeker in Achterveld. Oké. Okay. Nou, was dit naar tevredenheid beantwoord zo? Anders ga ik even door met vragen. Ja, oh ja, oké. Okay. Kom maar. Hallo. Ik had er volgend ook nog een vraag over. Ik ben bezig met een lantaarnpaal te plaatsen op een heel donker stuk binnen de bebouwde kom. Ik heb inmiddels ruim 140 medestanders op papier, namen enzovoort erbij. Ik ben al bij de gemeente geweest. En opvolgend op dit gesprek, hoe zou daarop gereageerd worden vanuit jullie visie? En dat wil ik dan vragen aan de partijen die zeggen van, goh, we geven geld vrij voor. Dus ik ben daar heel benieuwd voor. Geen wethouder. Maar dan niet als wethouder. Nee, dit past bij wat we net zeiden. Als jullie het belangrijk vinden dat er extra verlichting komt op een donkere plek, in de gedachte van wij leggen geld in het dorp neer. Je bent het daar met elkaar over eens, want dat kan soms verschillen. De een zegt het is met de licht, de ander te donker, maar dan moet je het over eens worden. Dan vinden wij dat dat een beslissing is die in het dorp zelf genomen kan worden. We moeten wel, en dat blijft een gemeentelijke taak, als een lantaarnpaal gaat staan op een plek waar het heel onveilig door wordt, hè, dat is nou helemaal wat je als gemeente wel even naar moet kijken. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Voor de rest moeten we het gewoon loslaten en aan jullie overlaten. Dan ben ik benieuwd, het initiatief wat genomen, hoe daar verder op gereageerd gaat worden. Ja. En het hoeft niet eens voor een plaatsing erbij, maar het gewoon het feit dat er meerdere burgers dit steunen. Ja. En toch wel graag daar serieus op gereageerd zou willen worden. Mag ik erop reageren? Ja. Wij van het CDA vinden het eigenlijk onvoorstelbaar dat je binnen de bebouwde kom de discussie aan moet gaan om de veiligheid te verhogen of niet. Dus als daar een lantaarnpaal nodig is, dan moet daar een lantaarnpaal komen. Dat hoor ik graag. Ja. Ik ben benieuwd wat vervolgd is. Ligt de gemeente, dus ik ben heel benieuwd naar. Ligt. Moet ik het herhalen? Ik heb het inmiddels al ingediend, dus ik ben ook heel benieuwd wat het vervolg erop zou worden. Want veiligheid gaat voor alles. En ja, dat is waar ik ook voor wil staan. En daarom heb ik ook wat medestanders gevonden. En ik denk dat ik nog veel meer zou kunnen krijgen als ik het dorp rondga. Dus vandaar dat ik pas benieuwd was hoe daarop gereageerd zou worden. Ja, wat de VVD betreft is dit geen voorbeeld van Right to Challenge. Dit is gewoon iets van veiligheid wat er gewoon moet komen. Punt. Ja. Als ik hier ook... Ik geloof dat... Mag ik hier ook nog op? Ja, Jan heeft, maar dat kan je niet zien, telkens al zijn hand opgestoken. Dan weet ik niet of hij als partij of als raad of wethouder wil reageren. Ik ben het helemaal eens met wat de VVD al gezegd heeft. Dit is gewoon een veiligheidspunt. Ik zou me verbazen als dit een probleem was. De voorbeelden die ik uit het verleden ken, was dat nooit een probleem. En ik verwacht dat hier ook niet. Het ligt nog, dus het gesprek wordt nog vervolgd. Maar ik was heel benieuwd hoe jullie daarover dachten. Dus vandaar dat ik denk, ik leg de vraag nog eens voor. Dus bedankt. Ja, misschien dat ik als ChristenUnie SGP iets mag zeggen. Ja, wij vinden dus, als er zoiets aan de hand is, dat moet er goed geluisterd worden. Ja. En de oplossing is niet altijd dat je ook je zin krijgt. Hè. Als wethouder zeg ik, maar ik ken de situatie heel goed. Er wordt nu een meting gedaan om te kijken wat veilig is. Want één lantaarnpaal lijkt leuk. Als het daardoor onveiliger wordt, dan staan ze volgende keer weer bij me. Dus we hebben gezegd, we doen een lichtmeting. En misschien moeten er twee bij, of moet een paar verplaatst worden. Dus er wordt aan gewerkt. Dus, maar ik was heel benieuwd wat de andere partijen. Ja, dus ik wacht het af. Bedankt. Ik wil hier toch heel graag nog even op reageren. Want wat ik zo geweldig van u vind, dat u dus de buurt in bent gegaan. U bent buurtbewoners erbij gaan halen. En ik vind dit losstaan van een budget.
op het moment, je moet in een buurt zeggenschap hebben. Dus als u 140 mensen bij elkaar weet te krijgen, die strijden voor een lantaarnpaal, nou, ik zou er bijna staande ovatie voor willen geven. En dat, ja, ik weet het. Ja. Dus ik, SP is nooit zo van budgetten meteen vrijmaken, maar van zeggenschap in de buurt en dan het liefst samen met de politiek. Want wat ik een beetje aan tafel hoor, u bedenkt het, u komt naar de raad, zij zeggen het is oké, gooi je geld over de schutting en u zoekt het maar weer uit. En als ik heel eerlijk mag zijn, zou ik het heel graag samen met u willen doen. Dat is een maar beetje, ik beetje vind de activistische het... trek van Annette, maar goed, zijn je vergeven. Ja, ja, ja. Het is waar SP voor staat, maar ik vind het werkelijk, ik denk dat we dat allemaal toch moeten zeggen, dat die mevrouw voor de veiligheid voor een lantaarnpaal 140 handtekeningen op heeft gehaald. Ja jongens, dat is samenleven. Geweldig. Ik wou het toch even genoemd hebben. Goed, dankjewel. Ja, Annette komt ik heb... kom dan net. Ik had een vraag over de toegankelijkheid van Achterveld. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Ik hoorde dat, denk ik, geluid bij de VVD. Mobiliteit. Daar staan ze bekend om. Hoe hadden jullie dat gedacht? Want volgens mij is Achterveld redelijk bereikbaar. Alleen 's ochtends willen we eruit en dat gaat moeilijker. Nou heb ik het geluk dat ik naast mijn huis de supermarkt heb. Dus ik hoef er nooit uit. Maar ik merk het aan de vrachtwagens die bij ons erin en eruit willen. De Hessenweg is opgeknapt, de Aarschatterweg is opgeknapt. Wat moet er in de ogen van de VVD nog meer gebeuren om Achterveld te ontsluiten? Want volgens mij moeten wij dat als gemeente, als inwoners zelf betalen. We hebben het vroeger al eens gehad over een rondweg rond Achterveld. Daar hadden we een bijeenkomst met de Kamer van Koophandel. Ik zei, ik ben er echt fel op tegen. De politiek moet zich juist inzetten bij de landelijke of de provinciale politiek. Dat de rijkswegen en de provinciale wegen het sluipverkeer, wat wij hier moeten opvangen, afwikkelen. En dat doen ze niet. En wat is uw visie erop als u dan zegt dat Achterveld beter ontsloten moet worden? Want volgens mij hoeft dat niet als het sluipverkeer hier weggaat en die A1 die functioneert gewoon. Volgens mij hebt u helemaal gelijk. Maar volgens mij, als je kijkt naar hoe de verkeersstromen lopen, zit de bottleneck vooral in Leusden zelf. Vooral als je vanuit Achterveld Leusden binnenkomt over de Aarschatterweg bijvoorbeeld, of via Stoutenburg, dan zit het probleem bij de Walstro en bij het binnenkomen van Leusden. Daar moet iets op gevonden worden. En ook straks wordt AFAS opgeleverd. Dat betekent nog meer druk op de aansluiting naar de A28. De hertenkop wordt nu aangepakt. Maar dat zijn allemaal stromen waar Achterveld ook mee te maken heeft. Dus ik zeg niet direct van nou, het is groot paniek in Achterveld. We moeten naar het totale plaatje kijken. De totale verbinding moet beter. Oké, dat ben ik met u eens. Maar ik geef nog een keer een waarschuwing die ik 20 jaar geleden al een keer bij de Kamer van Koophandel heb geventileerd. Dat wij als plaatselijke politiek niet verkeersproblemen van de regio moeten oplossen. Dat ligt echt bij de landelijke en de provinciale overheid. Want wij betalen ons al blauw aan de belasting. En als jullie ook nog 5% van het budget naar Achterveld willen schuiven, dan willen we niet aan de andere kant geconfronteerd worden met de OZB-verhogingen. Dankjewel. Wij zeker niet als VVD. Ik ben het hardgrondig met u eens. Het is heel erg belangrijk, dat blijkt op heel veel dossiers, dat er korte lijnen zijn met de provincie, maar ook met de landelijke politiek, zowel vanuit de partij als vanuit de beslissers, de gedeputeerden, kijk naar de bus. Maar dat is ook een rol voor de Leusdense bestuurder straks om daar die handschoen op te pakken. En ook juist die doorstroming te bevorderen door in de regio samen te werken en daarbuiten. Ja, misschien even daarop aanvullend. Dat is nou net wat we de afgelopen jaren gedaan hebben en blijven doen. Bij Rijkswaterstaat aan tafel blijven zitten om knooppunt Hoevelaken opgepakt te krijgen. Afspraken te maken over sluipverkeer terwijl het knooppunt wordt opgepakt. Want daar zit hij vooral. Ik ben het eens met de agendas als het gaat om de bereikbaarheid van de snelwegen zoals die nu is. Dat zit in Leusden. Maar het sluipverkeer in Achterveld komt juist hier doorheen om op die aansluiting in de snelwegen te pakken. En dat zou heel mooi zijn als we daar met knooppunt Hoevelaken oppakken, minder sluipverkeer hier door het dorp krijgen. Dus daar moeten we druk op blijven zitten. Dat blijkt elke dag weer in de regio met de collega's, maar ook met de provincie en ook rechtstreeks bij Rijkswaterstaat. En dat hebben we volop gedaan. Dat blijven we wat mij betreft ook doen. Dag.
ik ben Annette Scherfner-Aldenzee. Het punt waar ik hier kom voor staan, dat lijkt een beetje onbelangrijk ten opzichte van veiligheid en ontsluiting voor het, nou ja, voor het dorp. Maar ik ben vorig jaar met een aantal mensen begonnen met proberen los te krijgen van een hondenlosloopgebied hier in Achterveld. Want wij mogen natuurlijk allemaal heel leuk een hond bezitten. We mogen ook wandelen met de hond aan de lijn. We mogen ook met de hond loswandelen buiten de bebouwde kom, maar dat is zeer onveilig. Niet zozeer voor mij en de hond, maar ook voor alle andere weggebruikers. Met allerlei gesprekken en rondjes door het dorp lopen begrijp ik best dat het op heel veel punten heel moeilijk is om een mooi hondenlosloopgebied te realiseren. Maar het blijft nog steeds over het Kesten Sportpark. En daaromheen is naar mijn mening nog steeds wel een mooie plek om daar eventueel een hondenlosloopgebied te kunnen realiseren. Maar wij begrepen als actiegroep dat de gemeente dat niet zou willen financieren. Dus ik zou het toch leuk vinden als jullie daar nog eens opnieuw naar zouden willen kunnen kijken. Want dat is naar mijn optie toch een mooie plek om eventueel veilig met de hond zonder overlast los te kunnen lopen. Daar in de hoek zie je... Ja, laat ik in ieder geval even proberen de feiten aan te vullen. Daarna kan het debat denk ik wel plaatsvinden. Het is niet zo dat de gemeente niet wilde financieren, maar we hebben de initiatiefgroep gevraagd. Ook zo'n handtekeninglijst, die voor de vorige ook was er nu ook. Maar die vonden de plek ongeschikt. Dus wij wilden wel betalen, want er zou een stukje grond aangekocht worden en zou een hek geplaatst worden. Hadden we al bijna rond. Maar de initiatiefgroep zei van ja, als je dat doet, waarschijnlijk wordt hij niet gebruikt. Toen hebben we de gemeente gezegd van ja, we gaan niet iets betalen wat niet gebruikt wordt. Maar als het initiatief er weer is, ja, we zitten nog maar heel kort, dus wij kunnen het niet meer doen denk ik. Maar dan komt er een volgend college, want uiteindelijk wordt er meegewerkt. En mag ik nog één ding zeggen over ons partijprogramma, hondenbelasting, dat is echt van de vorige eeuw. Vroeger moest je hondenbelasting betalen als je een karretje achter je hond had en moest je belasting betalen nu net zoals de auto. Wij zeggen, schaf die hondenbelasting af, stop ermee en geef dat terug aan de burgers. Ik zocht net van wie had het ook alweer verteld hè, in het programma. Want ja, nadat je zoveel bladzijden leest, weet je niet meer precies bij welke partij het hoorde. Duidelijk, dankjewel. Maar komen er losloopgebieden voor terug? Want als je natuurlijk het geld teruggeeft is mooi, maar de mensen hebben behoefte aan losloopgebieden. Ja, maar is dit nou niet een mooi voorbeeld om met elkaar in gesprek te gaan en het budget wat ter beschikking wordt gesteld ook met alle andere inwoners op een lijstje te zetten en te kijken wat de prioriteit voor jullie is? Want als... Ik begrijp dat er hele goede ideeën zijn. Ik vind het wel heel grappig dat dit nu gezegd wordt, want tegen ons als initiatiefgroep werd gezegd, jullie mogen daar best een hondenlosloopgebied maken, maar dan zul je dan zelf moeten gaan betalen. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd, als we dat als hondenbezitter zelf zouden moeten betalen. En in dat oogpunt is er dan misschien een misverstand ontstaan, maar dat is natuurlijk niet wat wij als hondenbezitter wilden, het zelf moeten gaan betalen. Dus dat is dan misschien het misverstand in deze. Dus misschien kunnen we weer aan tafel. Ja, volgens mij morgen aankloppen. Ja. Okay. Mag ik heel even reageren op Jan Overweg? Je roept eventjes tussendoor van schaf de hondenbelasting af, want dat is niet van deze tijd. Maar we hebben heel vaak in de raad de afgelopen periodes ook gediscussieerd over geef de mensen met een hond een opruimzakje. En tegenwoordig zie je in heel veel andere plaatsen dat ze oplosbare, duurzame papieren zakjes beschikbaar stellen. Dat is ook een alternatief wat je kunt roepen. Hè? Want anders moet je de verschillende partijen ook aan het woord laten hoe ze denken over schaf de hondenbelasting af. Want dat was net niet de vraag. Ja. Nee, maar ik heb hem wel even genoemd om uit te tonen dat honden worden benadeeld, hè? Katten, paarden, andere beesten betalen geen belasting en honden wel. Dus ik vind dat het principe eruit moet. Ik ben ooit degene geweest die in de raad gezorgd heeft voor het hondenbeleid. Hè, dus dat er prullenbakken zouden komen en dat er meer faciliteiten zouden komen. Ook handhaving. En we hebben toen gehad over zakjes. En de raad zei toen van ja, dat willen we niet. Want we verwachten daar meer vandalisme van. Maar als er weer een initiatief is om dat juist weer wel te doen, laat het proberen. Want volgens mij gaat het erom dat we onze omgeving schoon houden. En dat kunnen we het beste doen door de hondenbezitters te belonen. En te zeggen van, je hoeft geen belasting te betalen, maar ruim dan wel dezelfde rommel op. Maar als ik dan misschien even één aanvulling mag geven. We hebben ooit een hondennota gehad. En daar heeft zelfs een dierenarts aan meegewerkt. Die bepleit heeft ook voor opvangzakjes. Dus voor jouw tijd waren er ook al andere mensen die bepleit hebben. Dat er opvangmateriaal beschikbaar werd gesteld. Hoor. Het is niet genoeg, moet ik maar doen. Ik zou hier graag ook nog iets op willen zeggen. Want ik vind het een mooie discussie.
wel of geen hondenbelasting. De SP heeft er ook een hele duidelijke mening over en die sluit op zich aan bij de mevrouw die net bij de microfoon was. Zolang hondenbelasting gebruikt wordt ten behoeve van de eigenaren en hun hond, dus prachtige mooie omheinde velden op de plekken waar de mensen het willen. Misschien zelfs een keer een poepopruimmachine, want die hebben ze in Utrecht. Waarom niet in Leusden? Maar op het moment dat de hondenbelasting gaat in de pot algemene voorzieningen, moet je hem afschaffen. Ja, maar dan moet je hem afschaffen. Maar ik ben het er niet mee eens dat er dus geen dingen voor honden en hun eigenaren worden gemaakt. Gebruik daar de belasting voor, de hondenbelasting. Elke hondeigenaar, ik ben zelf hondeigenaar, ik betaal graag belasting als ik zeker weet dat ik er wat voor terugkrijg en dat mijn hondje niet over straat loopt en dat soort zaken. Ik stel het volgende even voor, want de kleine vraag leidt toch wel tot een grote discussie. Ik stel voor dat iedereen even kort antwoord mag geven over dit onderwerp. En ik ga even de partij langs, want D66 is al een tijdje aan het vragen om. Dus iedereen even kort het woord als reactie en dan sluit ik dit onderwerp af. Nou, wat de SP zegt, dat vind ik heel lief en charmant. Van goh, ik wil belasting betalen als ik er ook wat voor terugkrijg. Maar zo werkt het dus niet. Ik bedoel, als je een hond hebt en die hou je binnen, dan moet je ook belasting betalen. Dat maakt niet uit. Belasting. Ken jij een hond die binnen blijft? Ja, natuurlijk ken ik die. Ik kan ze nog aanwijzen. Ja, hier, daar, ja. Daar zitten ze. Daar. En die zijn nooit of niet op het erf. Oh, dit is op het erf. Maar ik snap het wel. Jullie zijn alleen op straat, jullie komen niet binnen, dan zie je dat niet. Ik geloof dat ik zo iemand ga overslaan. Maar daarom is de hondenbelasting achterhaald. Orde is Jan? Ja, de belasting is achterhaald. Ja, natuurlijk moeten er voorzieningen komen om honden uit te laten. Ja, ons stand is denk ik duidelijk. Wij staan nog bij D66 en bij de SP. Dus ik denk dat we meer dan krijgen vanavond. PvdA? Ja, daar doen wij mooi aan mee. Als je belasting hebt, moet je er wat voor terug doen. Als je dat niet doet, en dat moet je als raad met elkaar doen, dan moet je hem afschaffen. Zo eenvoudig zien wij dat. En als je wat doet, doen we het duurzaam. Precies. Ja. Voorzitter, deze discussie verzandt. Volgens mij was het de vraag van mevrouw. De vraag van mevrouw ging over een losloopgebied. De VVD vindt dat er in alle gebieden van Leusden binnen acceptabele afstand een losloopgebied beschikbaar moet zijn. En van die hondenbelasting, daar zijn we al jaren tegen. Ik vind het wel frappant dat partijen die er nu aan het roer hebben gezeten, dat niet eerder mee zijn gekomen. Ja, dat is een volgende discussie. Wim. Wij hebben er niks als CDA niks over in het verkiezingsprogramma staan, maar wij vinden ook het is een algemene belasting. Het zou een doelbelasting moeten wezen, dat is het niet. Dus we vinden het eigenlijk ook achterhaald. En we hebben volgens mij in het verleden ook wel eens iets geroepen, maar ja, dat roepen we nooit aan tegelijk, dat is het probleem. Volgens mij is wel duidelijk wat er met de hondenbelasting gaat gebeuren. Het volgende onderwerp. Mijn naam is Kees van der Hoek. Ik had even een vraag naar aanleiding van de woningbouw. Los van één opmerking, mag dat? We wonen in Achterveld, daar spreken we soms Achterveld, althans de echte Achtervelders. Hè? En dan hoor ik ineens zo'n merkwaardig term, challenge. Geen idee wat dat in het Achtervelds betekent. Misschien in het Nederlands, maar misschien kan de VVD nog uitleggen wat challenge nou betekent in normaal Nederlands. Maar geen idee. Concreet, jullie zeggen van wij willen in klein Achterveld, willen wij gaan voor de vrije sector. Wij willen dat er woningen komen in een klein dag hier groot Achterveld voor de vrije sector. En dat is benadrukt. Vraag van mijn kant natuurlijk, waar blijft de sociale woningbouw bij de VVD? Is er ook uitdrukkelijk ruimte om de sociale woningbouw ook in groot Achterveld te reduceren? Of is dat een punt wat jullie nou niet in het spectrum hebben? Even uw eerste vraag. Right to challenge, dat is het recht om de gemeente uit te dagen. Waarom zeggen jullie dat niet gewoon in Nederland? Dat heet nou eenmaal, dat heet nou eenmaal zo. Zeggen, zijn die in Nederland, dan spreken je Nederlands. Ja, maar kijkt, nou u, kijkt u in het regeerakkoord, dan staat het ook in het Engels. Ja, dat sorry. Zo. Ja. Maar het recht. Als ze in Den Haag doen, hoeven wij hier in Nederland okay. Het Achterveld niet te doen. Maar kunt u het dan vertalen naar het Achterveld? Het recht om uit te dagen. Ja. Hartelijk dank. Ja. En dan over de woningbouw. En dan over de woningbouw. Er is over het algemeen al veel aandacht voor sociale woningbouw. Maar juist om de woningbouw en met name de koopwoningen in Leusden helemaal uit het slop te trekken. Ervoor te zorgen dat er doorstroming komt ook in die koopwoningen. Zodat er weer huurwoningen vrijkomen, is het essentieel dat er ook in de vrije sector gebouwd wordt voor starters. Goedkope koopwoningen. En dat mensen die een groot huis hebben
dat willen verkopen en in een goed appartement willen gaan wonen, dat ook kan. En dat staat onder druk op dit moment. Dus dat willen we vlot trekken. Niets ten nadele van sociale huurwoningen. Is het een beetje Trump-achtig? Als je boven begint, dan drupt dat wel die sociale woningbouw naar beneden? Of is dit, wil ook sociale woningbouw een achterveld hebben? Er zijn ook scheve huurders. Hè? Die wil je ook eruit trekken en die wil je ook naar een duurdere woning bewegen. Ja, maar mag ik even reageren? Ik geloof dat iedereen wel wat wil toevoegen. Ja. Dus ik stel voor om iedereen te reageren. Woningbouw is natuurlijk altijd een heel gemêleerd iets, want iedereen wil wonen en op een mooie plek. Wat ons betreft, wat het CDA betreft, gaan we woonwijken gaan we zo inrichten dat het eigenlijk integraal is. Sociaal, midden en duur leeft door elkaar. Wij willen niet wijken waar hele rijke mensen wonen en wijken waar heel arme mensen wonen. Wij willen juist die versterking van de sociale cohesie, moeilijk woord misschien ook weer, maar wel dat de mensen elkaar kennen en van hoog tot laag, van links tot rechts en met elkaar samenleven. Dat is wat ons betreft de wijk die we gaan inrichten. Dat gaan we in Masterbroek doen en dat gaan we in Groot Achterveld doen wat ons betreft. Dus van alles wat. En Stoutenburg zeg je bewust niet? Stoutenburg, daar zijn geen grootschalige bouwplannen op dit moment. Nee, heel goed. Mag ik van de eerste rij wat zeggen? Iedereen wil wonen waar het mooi is. Dat vind ik een mooie opmerking van het CDA. In het groen. Ik ga even door. PvdA. Ja, wat ons betreft, als je kijkt naar GroenLinks PvdA. Ja. Even los van de sociale cohesie van het CDA, prima, vind ik ook een goed uitgangspunt. Maar als je kijkt naar waar echt de druk zit en waar de markt op slot zit, dan zit die vooral aan de kant van de mensen die moeite hebben om op de woningmarkt te komen. De starters, de jongere mensen, ook in Achterveld heel wat aanwezig, eigen bedrijfje, maar vindt nog maar eens een geschikte woonruimte. Je ziet het ook bij de ouderen in een groot huis, maar je kunt niet weg, je kunt niet doorstromen. Je ziet het met mensen, scheefhuurders, die geen aanbod vinden in dat aansluiten, middenhuur. Dus wij zeggen, ga daar nou in investeren, want dan krijg je de zaak in gang en ook op schema. En dat mag in Achterveld, zeker in Groot Achterveld, doen we al, moeten we in door. Masterbroek 2 is zeker ook een wijk waar we in die categorie denk ik heel veel moeten gaan doen. Dus wat ons betreft gaat het veel meer om voor wie bouw je, dan hoe bouw je. Nou, ik weet niet wie van mijn collega politicus de huurdersraadpleging heeft gelezen. De rapportage van de huurders, helemaal goed. Zeker. Nou, daar geeft dus aan dat er in Achterveld een groot tekort is aan sociale woningbouw. Voor jeugd die hier wil blijven wonen. Voor ouderen die nu te duur wonen en heel graag hun te duur appartement of graag een huur zien verlagen. Of een mooi ander van groot naar fijn. Dus het zal u niet verbazen dat de SP voor Leusden en in Achterveld en wellicht een mooi klein stukje Stoutenburg, vooral sociale huisvesting en wellicht wat goedkope koopwoningen. Maar we gaan in eerste instantie voor de sociale huisvesting. Ja, wat ChristenUnie SGP betreft, dat hebben we ook duidelijk in ons verkiezingsprogramma staan. De middenhuur en middeldure koop. Daar moet de doorstroming vanuit de sociale woning moet daar op gang komen voor de starters en ook voor de doorstroming daarin. Daar ligt het belangrijkste punt. Dus wij willen echt goed benadrukken, middenhuur, middeldure huur en de middeldure koop, dat daar echt in geïnvesteerd moet worden. Nou, dat zijn mooie verschillen. Ja, ook D60 weet dat er een goede afspraak al zijn met de woningbouwstichting over de sociale bouw. En wij denken ook dat voor de middensegment nu ook gebouwd moet gaan worden. Zeker om ook die doorstroming verder te stimuleren. Mag ik nog even reageren op die meneer die vroeg naar de right to challenge? Dat heeft van alles te maken met de samenleving voorop. Binnen de gemeente, de ambtenaren en ook de raad, wordt op het moment geanalyseerd wat samenleving voorop gebracht heeft. Wat is er gelukt, wat is er niet gelukt, waar zitten knelpunten. Er wordt ook vooruit gekeken. En in dat kader waren mijn buurman en ik vorige week bij een van die gesprekken. En het eerste woord wat daar viel, the right to challenge. En toen heb ik dezelfde vraag gesteld als die meneer. En dat betekent dus het recht om uit te dagen, maar zoals ze het in Utrecht doen, want daar loopt dat al, heet het burgerbod. Dus de burgers kunnen een bod uitbrengen, zeggen tegen de gemeente, dat kunnen wij beter.
En dat project is allemaal nog niet afgelopen. Er wordt hard over nagedacht. 6 april komt er een conferentie over. Dus mensen, hou je oren en je ogen open. Die samenleving voorop, dan kunnen jullie met z'n allen vanuit Achterveld, met dingen die je wilt, kun je heel veel gaan bereiken. Want de wil is er om dat te realiseren. Ik ben wel even verward over de tafelschikking, maar dat zal toeval zijn, denk ik, dat je daar zit en niet hier zit. Dat weet ik niet, maar we hebben het ook ooit gehad over shared space in de Biezenkamp. Ik heb dat consequent Sjaard Spaassen genoemd, want het is gewoon gedeelde ruimte. Dankjewel. Ja, mooi. Ik ben Gisela Tossin. Ik ben Gisela Tossin. En woon in Achterveld. Het gaat over water. Nog een beetje. Oké. Het gaat over water. En in een paar van deze programma's komt water voor. Bij de een iets meer dan bij de ander. En in D66 heeft het over de steeds meer voorkomende piekbuien en de waterafvoer. En CDU en SGP hebben er water op zijn plek. Nou is dat wel leuk, water op zijn plek, als het water ook maar op zijn plek bleef. Als in die piekbuien heb je er niks aan. En wij hebben in Achterveld drie jaar geleden hebben we onze Hendrik van der Jannenstraat, de Vergaard Ruiterweg, die stond zo hoog onder water. Dat is inderdaad door de waterschap en de gemeente bijzonder, bijzonder goed op gereageerd. Dat is nu afgelopen. Maar ik heb me toch afgevraagd, wat doen we als er van die piekbuien hoosbuien worden en dat we dus de rivieren gaan overstromen? We hebben een slaperdijk. Maar dat is een slapende dijk. En ik weet dat in 93-94 is die slaperdijk genoemd als een soort waterkering, maar die is nooit onderhouden. Dus ik vraag me af, als de rivieren eens een keer uit hun bedding stromen, wat ik niet hoop, dan krijg je wel, waar gaat die grote waterstroom naartoe? Hier, in Achterveld, in het diepste punt. En dan had de Volkskrant een artikel. En dat heette, dat was, ik ga het er even bij halen. Oké. Wat is dit? Een stresstest voor de natte stad. Een stresstest voor de natte stad. En de bedoeling is dat er gekeken wordt dat er door de gemeente, overheid, provinciale staten, een test wordt gedaan, waar zijn de knelpunten als er eens een keer een overvloed aan water, CQ, hoosbuien komt. En wat is je vraag aan welke partij? Nou, aan allemaal. Want ze hebben het allemaal in hun en we wonen allemaal in Leusden. Het zij Stoutenburg, het zij Achterveld, het zij Leusden-Zuid. Maakt niet uit, wij krijgen te maken met water. En de vraag is dus, voor de komende gemeenteraad, zorg dat jullie een overzicht krijgen samen met waterschap om de stresspunten, de knelpunten waar wat dichtgegooid is of waar water naartoe vloeit, want waterschap weet dat, om die punten goed in kaart te brengen, zodat wij als burgers kunnen vragen bij jullie waar zijn de zandzakken die om mijn woning heen kunnen. Dus dat is in feite een kleine inleiding en dan mijn vraag. Wil de gemeenteraad, wil de provincie ervoor zorgen dat wij droge voeten houden als die water niet op zijn plek blijft? Ik kan hier wel even vertellen wat de gemeente gedaan heeft. We hebben net een convenant ondertekend, want door de opwarming van de aarde hebben we meer last van water, en met name de plensbuien, zoals ze maar even noemen in gewoon Nederlands. We hebben inderdaad ondertekend dat we met alle gemeenten uit de regio gaan wij de stresstest doen. De stresstest betekent dat we gaan kijken van als er een flinke waterhoos komt, wat gebeurt er dan en waar zitten dan de zwakke punten? We beginnen natuurlijk in Achterveld, dat snapt u, dan in Stoutenburg en dan naar Leusden toe. Dat wordt de volgorde, denk ik. En dan gaan we kijken wat de maatregelen zijn. Maar volgens mij bent u aan zet. Want u moet ervoor zorgen, denk ik, dat uw tuin groen blijft. En in het buitengebied blijft dat denk ik wel zo, maar zorg dat de tuin groen wordt, zodat we zoveel mogelijk water zelf kunnen opvangen. De
eerst ontkoppelprojecten zijn en zeggen van geen water meer in de riool, doen we zelf, vangen we zelf op. Dat zijn wel de acties om ervoor te zorgen dat we water in de hand houden en droge voeten houden. En de volgorde was niet bedoeld van waar we eerst nat worden? Nee, okay. Dan ben ik weer gerustgesteld. Nee, dan kom ik met de fiets hierheen, dat snap je natuurlijk. Ja. Ik denk dat we als eerste moeten beginnen als gemeente zijn dat we zorgen dat ons rioolstelsel schoon is, dat de kolken schoon zijn, want daar was de afgelopen paar jaar is er ook goed op bezuinigd. Het is vorig jaar gelukkig veel beter gegaan, want daar moeten we het water kwijt. Op grote gebied is het een taak van het waterschap, want mevrouw had net over de Slaperdijk, dat is tussen Renswouw en Veenendaal, maar die wordt niet versterkt, maar wel de Grebbedijk langs de Rijn. Alleen dat is een langjarig traject, dat moet een heel groot dijk worden, die moet de klap vanaf de rivier opvangen. Vanaf de andere kant, vroeger kwam het vanaf de Eem. Door de afsluitdijk heb je dat niet meer zo, maar het kan natuurlijk wel. En we hebben het in 1995 nog gezien, toen kwam het ook het gevaar vanaf de Betuwekamp toe. Toen lagen de zandzakken inderdaad al bij langs het Vleikanaal, op de Aschattenweg, op de Lange Steeg, op de Horstenweg, om het dicht te gooien. Dus als er in Veenendaal een bui van 100 mm valt, dan hebben we een halve dag later hier een gemeente Leusden. Er zijn geen partijen die hier anders over denkt. Nee. Het gaat over veiligheid. Ja, natuurlijk. Maar dan wel even naar de. Op je vraag, ik ben Kees Volboom en ik ben oud-waterschapbestuurder. Ik ben Kees Volboom en ik ben oud-waterschapbestuurder. En ik zit toevallig in een gebied wat aangewezen is dat waterbergingsgebied. Dus zo gauw als mevrouw angst krijgt dat het water te veel wordt, worden de sluizen dichtgezet en dan komt bij ons het hele gebied onder water te staan. En mijn groot gedeelte van mijn boerderij is waterbergingsgebied. En ook een heel groot ander gedeelte dat erachter zit, dat is ook waterbergingsgebied. Alleen het probleem van het rioolwater, het dak, het hemelwater, dat moet scheiden afgevoerd worden. En ook zoveel mogelijk benadrukt worden dat het in de grond kan blijven met grindputten en zo. Dat zou de maatregel zijn. En ik weet dat de waterschappen daar ontzettende acties voor gaan voeren. In een Amersfoort zijn ze nog bezig om die grindputten te stimuleren. Dus er is al degelijk beleid boven van het waterschap en de provincie om die wateren, die angsten van mevrouw, weg te nemen. Dat was mijn aanvulling op hetgeen wat de politiek zei. Dank je wel. Henry. Ja, ik lees voor uit eigen werk, maar ja, jullie hebben de feiten aangedragen. Ik zie bij D66, en die hebben zich waarschijnlijk daar heel goed in verdiept, minder rare regels, dat is letterlijk gezegd, voor werkgevers. Als jullie er toch in verdiept hebben, wat vinden jullie rare regels voor de werkgevers in Leusden? Dat is even slikken, maar goed, er zit een ondernemer tussen, dus... Wat zou een rare regel kunnen zijn dan? Nou, ik weet wel dat bij sommige vergunningen het soms lang duurt voordat een vergunning is aangevraagd. Dus de tijd dat je hebt tussen een aanvraag en een toekenning is soms erg lang. Kijk maar eens naar de vergunningen die toegekend worden. Die worden soms met terugwerkende kracht toegekend. Dan denk ik van, nou, dat is wel niet slim, dat is niet handig, dat kan anders, dat kan beter. Oké, okay, als jullie er nog niet in verdiept hebben, dan daag ik jullie nu uit de komende weken om er alsnog in te verdiepen. Want ik ben dus werkgever, maar er zitten hier wel meer, grote of kleine. En onze ervaring is, als er rare regels worden afgeschaft, of het nu op landelijk of lokaal niveau is, dat er meestal twee rare regels voor terugkomen. Want er zullen ongetwijfeld ambtenaren hier in de zaal zitten, maar die houden zich meestal wel aan het werk. Maar heeft u dan een voorbeeld voor ons? Ja, maar goed, D66 komt ermee. Ik heb er niet over nagedacht. Ja, nee, maar ik geef een eerlijk antwoord, dus ik vraag nu aan u. Ja, John, kom eens even helpen. De slagerij, die zegt, de vloer die moet glad zijn. Ja. De andere man zegt, ja, maar die is glad. En de jongen zegt, andere inspectie. Ja, precies. Veiligheidsinspectie, ja, dat kan niet. Vertel het maar. Zoek het maar uit, hoor je dan. Ja, ja. En dan komt er een andere een met een petje op, die zegt, dubbel glad. Ja, nou, ik vind het belachelijk. Zegt u? Ik vind het belachelijk. Ja, maar dat vinden die ondernemers ook, dus we kunnen geen verder. Ja, nou moeten we kijken of we daar wat aan kunnen veranderen. Dat is toch een mooi voorbeeld? Ja, maar dat is precies hoe. Daar moeten we kijken. Nee, we moeten er wat aan doen. Ik zie dat daar nog iemand wil reageren. Gewoon wat aan doen. Ik zie dat meer mensen zich erin gaan verdiepen. Ja, ik wil toch
een beetje kanttekeningen plaatsen. Want ik heb met een aantal collega's, waaronder Barto van het CDA, in een commissie gezeten ter vermindering van regeldruk. En ook anderen aan deze tafel, of in de zaal aanwezig. Wat ik nu hoor, dat zijn landelijke regels. Ja, daar kunnen we heel moeilijk wat aan doen. We hebben heel kritisch gekeken naar de regels die voor Leusden gelden. We zijn met ondernemers gaan praten. Welke regels vinden jullie nu knellend en welke moeten nu weg? Dat heeft jammer genoeg heel weinig opgeleverd. En dat vind ik toch raar. Oké. Ja, dus ik wil u uitdagen, stel dat u zoiets heeft waarvan u denkt, van, nou, dit is nou een regel die in Leusden speelt. En we hebben gezegd, die commissie vermindering regeldruk, die gaat nu slapen. Maar als u met concrete dingen komt, dan ga ik voor u die commissie weer in het leven levend maken. Ja, maar we moeten wel op lokaal niveau. Toch? Ja, wij moeten er met z'n allen wat aan kunnen doen. Met z'n allen hier. De schoonheidscommissie, bestaat die nog? Ja, nee. Heb ik genoeg gezegd? Ja. Zit er onder een borrel van, ik vind het niet zo mooi. Joep, wat vind jij er wel? Ja. Nee, niet meer. Nee, is weg. Een voorstel, want Gisela had het net over de opwarming van de aarde. Ik vind het hier ook erg warm en ik ben eigenlijk toe aan een tweede consumptie. Neem me niet kwalijk. Als je het programma had gelezen, had je geweten dat het over 10 minuten zover is, Henry. Ja. Kees. Met enige schroom, als secretaris van DAVA. Mijn naam is Kees van der Hoek en wij hebben een fantastische ondersteuning gehad van het gemeentebestuur. En van de gemeente als het gaat om de start van DAVA. We hebben bij het Samenlevingsfonds verzoeken ingediend en eigenlijk met kerende post werd het ook gehonoreerd. Dus lof voor die inzet. Maar nu komt het, wij willen als DAVA door. En dan hebben we, los van die incidentele voorzieningen, ook wat structureel geld nodig. En dan kunnen we wel elke maand weer een verzoekje bij het Samenlevingsfonds indienen. Maar het zou heel plezierig zijn als wij als DAVA ook echt structureel geld van het Samenlevingsfonds kunnen krijgen. Nou ben ik vorige week met het cultuurdebat geweest en weet dat dat cultuurdebat ook met het Samenlevingsfonds te maken heeft. En nou hoe dat dan gaat direct, hè, met allemaal nieuwe regels en hoe moeilijk dat is. Maar mijn concrete vraag is, zouden deze politieke partijen hier aan tafel bereid zijn om DAVA ook structureel te ondersteunen? Misschien mag ik er wat over zeggen. Ja, helemaal aan het begin zei ik het al, hè. Het dorp kan veel. En volgens mij hebben we hier allemaal de voorbeelden van genoemd. DAVA, Moespot, Heelkom. Wat mij betreft, en dan gaat het niet om het ouderwetse woord subsidie, maar gewoon wat lever je als DAVA aan zorg en aan ondersteuning in het dorp voor mensen die gewoon zorg nodig hebben. En volgens mij doen jullie dat. Dat raakt ook aan de zorgbudgetten die wij als gemeente hebben. Vandaar mijn opmerking aan het begin. Het wordt ergens anders wel een zorgcoöperatie genoemd, ook weer zo'n ingewikkeld woord. Maar er zijn voorbeelden van gemeenten die zeggen, joh, als delen van je gemeente, dorpen, een stuk van de zorg zelf voor rekening nemen, ja, oppakken, dan is dat prima om een stuk van het zorgbudget dan ook toe te kennen aan het dorp en te zorgen dat het daar ook land en ook rechtstreeks besteed kan worden. Dus wat mij betreft is dat een prima voorbeeld. Ik denk dat dat in Achterveld er al een beetje is. Alleen wij spelen nog steeds een rol als gemeente. Wij moeten toekennen of we doen het via het Samenlevingsfonds of met een ander fonds. Wat mij betreft zou het veel mooier zijn als we rechtstreeks met elkaar zaken doen en zeggen wat je aan zorg zelf in het dorp goed kan organiseren. Dat is natuurlijk een voorwaarde. Er zijn professionals, er zijn goede basisscholen. Er is een Moespot, er is een Biep. Er ligt een mooie infrastructuur klaar. Zou dat wat mij betreft een prima gesprekspunt zijn voor de komende periode om te zeggen, nou, dan pak een deel van die zorgbudget ook zelf op. En zorg ervoor dat je dat zelf organiseert in het dorp. Mag ik hem iets verbreden? Want we hebben het nu over wijkverenigingen. Hier naast mij zit ook een voorzitter van een wijkvereniging in een andere. Nee, ik ben geen voorzitter. Oh, ze is geen voorzitter. Maar zo gedraagt ze zich wel. Zo gedraagt ze zich wel. Maar zorg en welzijn is volgens mij een ongelooflijk belangrijk punt. En jullie hebben hier met DAVA, met de Heelkom, een goed netwerk opgezet met huisarts, met wijkverpleegkundigen, was ook hier aanwezig, met de fysiotherapeut. Volgens mij ligt daar een hele belangrijke uitdaging. Wij noemen dat in ons programma een zorg- en welzijnakkoord. Maar we zullen het moeten verbreden. Iedereen kijkt nu naar de gemeente. Ik vind dat we de zorgverzekeraar erbij moeten hebben. Ik vind dat we ook iets breder moeten gaan kijken welke andere voorzieningen er zijn. Maar één ding is zeker, je kunt zo'n vereniging niet zomaar op tijdelijk geld laten draaien. Dus we zullen daar met elkaar een oplossing moeten vinden. Volgens mij moeten we dat vastleggen in een welzijn- en zorgakkoord. En daar moeten meerdere partijen bij, absoluut. Dat kun je niet alleen van een gemeente vragen.
Als het om zorg gaat, als het om ouderen gaat, als het om sociaal domein gaat. Daar liggen volgens mij de grote uitdagingen. En wij zeggen ook, we zijn bereid om te investeren. Als het moet, uit ons eigen vermogen. Ik zie daar... Ja, daar sta ik toch wat anders in. Dat mag en daar gaan we graag de discussie over. Precies, ja. Want volgens mij is het ook uw geld wat wij besteden. En, elke euro die we uitgeven komt van u. Dus we willen heel graag het geld goed besteden. Dus DAVA die heeft financiën gekregen als ze ook iets deden voor de gemeente wat daartoe deed. Daar ligt ook iedere keer de grens voor ons. En we willen heel graag dat DAVA de challenge aangaat. Hè, het Engelse woord maar pakken. Ja, de uitdaging aangaat. Uitdaging. Aangaat om ervoor te zorgen dat ze ook iets op de zorg doen wat van essentieel belang voor de Achtervelders is. Als dat gebeurt, en daar zijn ze goed in, dan moeten we ervoor zorgen dat het geld beschikbaar komt. En volgens mij hebben ze in de bibliotheek een heel mooi initiatief. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dus daar komt het goed mee. Maar laten we wel de spanning erop houden. Want het moet niet zo zijn dat u geld uitgeeft aan iets wat niet goed is. En we hebben natuurlijk uit het verleden gezien de wijkplatforms. Dat is niet goed gegaan in Leusden. Uiteindelijk moest het allemaal stoppen. Laten we ervoor zorgen dat er initiatieven gesteund worden die gedragen worden door de samenleving en die ook iets opleveren voor de samenleving. En die spanning moet erop blijven. Ja, ik wil toch eventjes de uitspraak van de heer Overweg van eerder deze avond herhalen. Het moet wel om iets gaan wat van de gemeente is. We zijn er niet voor om een vereniging in stand te houden. Als die vereniging ons gaat uitdagen om dingen te doen die nu bij de gemeente liggen, perfect. En wat ik hier dicht bij me hoor, daar ga ik toch al eventjes, daar gaan mijn nekharen recht van overeind staan. Want meneer Stukboom heeft het over het ingrijpen in het eigen vermogen. En ik weet niet of u het gelezen heeft, maar we hebben net een notitie gehad in de gemeenteraad. Waaruit blijkt dat het code oranje is wat betreft ons vermogen en ons weerstandsvermogen, onze weerstandsratio. En dit soort dingen halen uit het eigen vermogen betekent dat je als gemeente achteruit holt met de financiën. En dat betekent ook dat je dit soort initiatieven straks in de toekomst niet meer kunt volhouden, omdat je financiën het rood invliegen. En daar wil ik u heel erg voor waken. Ik wil graag meneer Zenders van haar verder omhoog laten komen. Ja, even deze kant. Die jou ook nog? Ja, zeker. Afgelopen jaar, 2 jaar, is naar DAVA is terecht, denk ik, heel veel tijd, energie en aandacht is daar naartoe gegaan. Want ze hebben ontzettend veel en heel veel goed werk verzet. Tegelijkertijd wil ik benoemen dat Achterveld nou zo ongeveer leeft van vrijwilligers. Denk ook aan een zonnebloem, denk aan een kerk waar het nodige gebeurt, bij de sportverenigingen en dergelijke. En al die samenwerkingsverbanden, die zijn wat ons betreft waardevol. En dus niet eentje eruit lichten, maar eigenlijk gewoon hier de hele samenleving. Fantastisch dat we samenwerken met elkaar voor iets moois. En in Leusden zijn ze gewoon jaloers op ons, hè? Ik wil hier inderdaad toch wel graag aan toevoegen, want ik begrijp wel wat de VVD zegt van oh, het kost geld. Maar hier gaat het over zaken waar in principe dus een zorgplicht van de gemeente is, wat nu opgepakt wordt door de Achtervelden zelf, door Achterveld voor Achterveld. Nou ja, ons credo is voor elkaar met elkaar, dus u voelt al aankomen dat we dat graag willen ondersteunen. En het gaat veel breder. Het zijn niet alleen zorgtaken, maar ze gaan ook de vereenzaming pakken ze aan. Met samen aan tafel zitten. Het is veel breder. Ik moet me wel aansluiten bij het CDA dat er veel initiatieven zijn. En daarom zou ik ook willen voorstellen dat DAVA kijkt hoe zij zich nog misschien een beetje verder kunnen verbreden. Maar dat we die met mannenmacht gaan ondersteunen. Ja, vanuit de SP kan ik niet anders zeggen, daar gaan we voor knokken. Wat op zich heel mooi is dat DAVA zo gesteund wordt. Maar de vraag is natuurlijk wel iets breder. Ik weet niet of dat niet gewoon het doet. Nee. Alfons? Je doet het niet meer. Hij is wel drinken. Ja, hij gaat drinken. Hij is inderdaad. Maar de vraag is natuurlijk breder. Het is niet alleen zo dat het voor DAVA belangrijk is. Maar wat wij constateren, dat als je perfect in de scope past van samenlevingsfonds, dan gaat het allemaal goed. Maar wij als dorpsraad merken het ook. Hè, als je er iets buiten zit, dan is het nee. En dan heb je geen mogelijkheden tot geld uit het fonds te krijgen. En dat is wat DAVA ook aangeeft. Als ze bij een reguliere vraag komen, dat is geen enkel probleem.
Maar zit het iets buiten, dan ontstaan er allerlei moeilijke discussies. Maar dat en is wat ik net bedoel. Het is wat ons betreft veel te krap op dit moment. Veel te krap gedefinieerd. En wat ons betreft, en dat zie je ook in ons programma, geven wij ruimte voor initiatieven die warm naar de samenleving toe zijn. En dat kan DAVA zijn, maar het kunnen ook allerlei andere activiteiten zijn. En daar willen wij het Fonds Samenlevingsinitiatief voor inzetten. Dank. Ik stel voor om het af te ronden, want het is deze fase. Het is 9:15. Henry heeft dorst. Om 9:55 gaan we weer verder. En dan kunnen we ook doorgaan met de antwoorden en vragen. Dorp TV Achterveld. We zijn net geëindigd bij geld uit het Samenlevingsfonds. Ik heb Lieke gezegd dat ze na de pauze weer wat mocht toevoegen. Dus ik wil... Oh, er moet er nog... Daar zijn wij mee eens, Alet. Ja, dat plekje was net aan mij beloofd, maar ik geloof niet dat het doorgaat. Goed, Lieke, als jij het laatste woord over het Samenlevingsfonds wil geven. Ja, kijk, wat het mooie is als we op een gegeven moment nu gaan zeggen van we gaan voor meer de wijkbudgetten... dan kan je eens overwegen van het Samenlevingsfonds, dat is hartstikke mooi, dat heeft leuk gewerkt de afgelopen jaren, maar er zitten problemen bij. Laten we nu eens gaan kijken per wijk, en dus in Achterveld bijvoorbeeld, wat zijn de punten die belangrijk zijn? En ieder jaar komt, de raad die praat ook ieder jaar over de begroting. Nou, Achterveld heeft een budget, praat ieder jaar over wat vinden zij dat jaar belangrijk... specifiek over de wijk. En dan gaat het natuurlijk over de zaken waar de gemeente iets over te zeggen heeft en niet andere thema's. En dat staat dan naast wat er misschien wordt gedaan vanuit een zorg- en welzijnsakkoord. Dat is ons voorstel. Oké, dankjewel. Gaan we stemmen? Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat schoot wel even door mijn hoofd te stemmen. En ik zal hem dan toch stellen, de vraag... Hoe ga je zorgen dat als er zeg maar 5 partijen zijn die allemaal een goed idee hebben, wat er dan gekozen gaat worden? Ja, nou inmiddels is er in Nederland al, gebeurt er al heel veel op dit gebied. Burgerbegroting, er zijn al heel veel goede voorbeelden en methoden om te gebruiken, waarbij groepen mensen, groter dan het aantal hier, met elkaar eens wordt over welke thema's. En ik zal jullie alle details besparen, maar dat is, je hebt dan verschillende... stappen. De eerste stap is iedereen brengt zijn thema's, onderwerpen aan. De volgende is kijken wat gaan we allemaal doen, wat zijn de kosten eraan verbonden en vervolgens de stap van het budget verdelen. En het is niet zo dat je allemaal alleen op je eigen idee mag stemmen. Nee, je moet ook kijken welke thema's van anderen die worden ingebracht zijn we ervoor en je zit in kleine groepen steeds te beargumenteren wat er is. En ieder groepje behaalt een overeenkomst en vervolgens wordt het steeds groter gemaakt. En dat is een methode die heel goed werkt en ik zou het prachtig vinden als ik onderdeel mag maken van de raad die deze pilot en dit als proef gaat doen. Nou, zelfs als je geen onderdeel van de raad bent, nodig je toch uit bij de dorpsraad om dat een keer uit te leggen hoe dat werkt. Helemaal afgesproken. Dankjewel. Edwin, mag ik daar even op inhaken? Dan ga je toch eigenlijk op politiek naast de politiek maken. Wij zitten hier toch als raad toch om vanuit de bewoners te kijken van waar moeten we het geld besteden? Of wat nee. Ik verkeerd? Nee, het is niet het volledige. De raad heeft een bepaalde rol. Alleen er zijn ook zaken die zo dicht bij de mensen liggen. Die op wijkniveau besproken kunnen worden. Waar de raad helemaal niet over hoeft te gaan. En in de samenleving waarin we tegenwoordig wonen is er gewoon... behoefte aan een stap naar veel meer bij de mensen zelf weer terug neerleggen. En niet alleen maar vanuit de raad het... Daar ben ik mee eens dat je het bij de mensen moet laten. En
ja, je moet initiatieven vanuit de samenleving steunen. Maar als, zoals al eerder is aangegeven, voor Achterveld moet niet een apart potje krijgen. Achterveld is onderdeel van gemeente Leusden. Wij zijn Leusden, Achterveld en Stoutenburg. En dat maakt de gemeente. Als je Achterveld en Stoutenburg gaat wegzetten, ga je juist afstand creëren. En je wil juist zo trots zijn op je gemeente, dat je dat gewoon moet omarmen. Dat ben ik ook, heel trots op de gemeente. En ik zou zelfs zo ver gaan dat de eurowoningengroep een budget krijgen. Die doen ook al heel veel samen. Die hebben ook al van groen onderhoud een stuk geld krijgen ze van de gemeente. Zet het maar in voor het groen onderhoud. Maar ook bij Aanlands Beek dat te doen. En in Leusden-Zuid. Dus alle wijken kunnen wijkbudgetten gaan krijgen. En het probleem met participatie op dit moment is, mensen mogen ideeën aanleveren en ze krijgen geen verantwoordelijkheid. Daar gaan wij echt niet in mee, want dat hebben we volledig gedaan, hè, die wijkbudgetten. Volgens mij heeft de VVD gezegd, en ik hoor de CDA nu ook zeggen, het zijn taken van de gemeente die inwoners gaan doen en die groeperen zichzelf. En dat kan Achterveld zijn, dat kan Stoutenburg zijn, dat kan ook Helft van Achterveld zijn, maar laten we niet budget naar de wijk duwen, want dan komt het niet goed, want dan krijg je ook splitsing van belangen. Helemaal wij willen heel graag dat er initiatieven beloond worden en niet, geen wijkbudget. Daar zijn we echt op tegen. Nou, dan zijn we uiteindelijk ergens over oneens. Ja, precies. Hartstikke goed. Ja, goed. Ja, fantastisch. We leven in 2018, ja, hè? We leven in het verleden. Ja, precies, ja, ik wil even het woord geven aan... Jullie gaan terug naar verleden? Nee. Zeker niet. Je wilde ook wat toevoegen? Ja, ik hoor hier zeggen dat de raad moet het toch bepalen. Maar als je van de samenleving voorop iets wilt maken wat gaat werken, dan zou je als raad moeten terugtreden. Dat betekent niet dat je helemaal niks doet, maar je maakt op respons van inwoners, kun je helpen om een kader te maken. En en er wordt nu dus in een werkgroep al aan gewerkt, hè, in de gemeente achter de schermen, om dit te kunnen realiseren. Daar ben ik vanmiddag bij geweest. Je moet het dan loslaten. Ze krijgen dat budget om een project te realiseren. En als je dan gaat zeggen van, dan moet je ook oppassen, want ik heb zelf ook ooit dat gevoel gehad, nou, ik ben nou raadslid, dus ik kan wat doen, hè. Maar het is de verkeerde instelling. Breng het naar de mensen. Mijn naam is Huip Uwegsen. Ik had een vraag over de ruimtelijke regionale visie. Ik hoor hier allemaal, ja, als de burger hier zit, dan moet je dat doen. En dan, de burger zei, we willen geen 12.000 woningen. Nou, wat heeft de college tegengesputterd, zeg. Jongen. En ik weet nog steeds niet wat ze nu gaan doen. Gaan ze nou die 12.000 woningen verdedigen? Of gaan ze de wens van de burgers verdedigen? CDA weet ik het. Ja. Eerst, geen idee. Ik wil hier heel graag op reageren. Mag ik eens als eerst? Zullen we hier beginnen in de hoek en dan zo omgaan? Nee, maar rondjes ook. Nou, dat u niet weet hoe de andere partijen daarin staan, vind ik heel vreemd. Want we hebben daar in die regionale ruimtelijke visie hebben met de raadsbreed vastgesteld dat er geluisterd is naar de bevolking. Wat in de brede maatschappelijke discussie aangedragen is. Dat er een beperkte groei gebeurt nadat wij de woningen gebouwd hebben tot 2025, die in de pijplijn zitten en nu ontwikkeld worden of al gebouwd zijn en ontwikkeld. En verder, dus dat, daar zijn we allemaal duidelijk in meegegaan, dus dat kunt u weten. Maar we houden wel, wat ik zo gezien heb, ook nu weer in het verkiezingsprogramma, allemaal wel open dat er zometeen wel gebouwd moet gaan worden naar behoefte van de gemeente Leusden. En dan staat dat Achterveld, Stoutenburg of Leusden Centrum, Leusden op zich. Dat is belangrijk dat we zo meteen dat wel kunnen afwegen, de nieuwe raad, van wat is nodig en dat gebeurt. Kijk, nou, er ligt natuurlijk nog een hele andere vraag onder. Ja, ik had eventjes geen antwoord op de vraag. Hè. Gaat u in die regionale overleg, zeer ondemocratisch, gaat u daar nou verdedigen dat er 12.000 woningen moeten komen, of gaat u de burgers verdedigen? Dat was de vraag. Wat ons betreft gaan wij de burgers verdedigen. Het CDA heeft zich duidelijk uitgesproken en ik wil daar best wel eventjes een toelichting op geven. Het CDA heeft keihard gevochten tegen een plan van die regio, zoals u benoemt, om inderdaad een grootschalige woningbouw rondom Amersfoort te faciliteren. Leusden, Amersfoort, Nijkerk en Soest waren beoogd, zoals u dat weet,
om grootschalige woningbouwlocaties te zijn. CDA zei van, nou, dat gaan we niet doen. Volgens ons, wij hadden het gevoel, de temperatuur erin, van Leusdense inwoners zitten helemaal niet te wachten om een wijk van Amersfoort te worden. Daar hebben wij keihard voor gevochten. Ons college, het huidige college, was in eerste instantie medeontwikkelaar van die regionale ruimtelijke visie. En gelukkig hebben wij de raad hebben we kunnen overtuigen dat dit geen goed plan was. Het heeft wat water door de Rijn, of nou door de Modderbeek, doen vloeien. Maar wij zijn blij dat de voltallige raad nu inderdaad besloten heeft van wij gaan niet mee met die regionale ruimtelijke visie. En daar zijn wij hartstikke blij. Ik wil toch even, want volgens mij was de vraag met twee woorden te beantwoorden. De ene woord of het andere woord. En het hele verhaal, heel erg mooi, maar wat is het? De antwoord is de bewoners. Volgens mij had ik het woord. Ja, ik kom zo terug. Maar... Ik roep hem toch nog even. Edwin, er is een brede maatschappelijke discussie geweest en die heeft duidelijk uitgewezen wat de bewoners willen met Leusden. Ja, maar overigens, voor alle helderheid, het CDA niet akkoord bij was, maar dat wil ik dadelijk ook wel even graag op reageren. De vraag was, de antwoord is daar gereden. Ik ben echt maar, naar aanleiding van het antwoord hier, is er een toelichtende vraag gesteld van, wat is het nou, bewoner? Daar wou ik op antwoorden. Maar Wim, als moet er even antwoord op die vraag geven. Ja. Nou, dat is dus inderdaad de bewoners. Oké, dankjewel. Nou ben ik ja, echt in de dood, maar ik ben echt aan het woord nu. Eén woord? Ik denk wat de vragensteller zegt, dat is natuurlijk iets wat steeds meer gaat spelen. We hebben allerlei regionale overleggen. Een wethouder wordt gemandateerd om daar gesprekken te voeren. Maar laat duidelijk zijn, en volgens mij zijn we hier over de hele linie het daarover eens, dat de controlerende macht ten alle tijden bij de raad ligt. Dus er is geen wethouder die in een regionaal overleg kan zeggen, oh ja, wij bouwen wel 12.000 huizen, dat wordt altijd in de raad gelegd. Kies je voor de huizen of kies je voor de bewoners? Je kiest altijd voor wat de inwoners of bewoners... Prima, oké, hartstikke goed. D66. Nou, het is wel leuk dat het nu op een tegenstelling wordt gespitst, terwijl die dat volgens mij helemaal niet is. En ik wil even in herinnering roepen dat we hier in Leusden een heel mooi proces hebben gehad, waarin we namelijk met de bewoners zijn gaan praten van, wat willen jullie nou voor groei? En ik vind dat een heel mooi voorbeeld, omdat daar heel genuanceerd uitkomt van ja, we willen ons groen behouden. En ja, we willen ook nog bouwen, omdat we graag willen doorstromen naar een mooi appartement met uitzicht op het groen. En ja, dat betekent dus dat we en moeten behouden en moeten bouwen. En dat heb ik in het begin ook al gezegd. En dat moeten we slim doen en dat moeten we wel met behoud van ons karakter doen. Ik gaf inderdaad de mogelijkheid voor twee woorden. Bij jou is het voor beide. Zeker. GroenLinks, PvdA. Helder antwoord. We hebben gekozen voor wat er uit de brede maatschappelijke discussie kwam. Dus vanuit onze eigen inwoners. Dat is voor ons richtinggevend. We zijn zelf als college gekomen met een programma. Mensen moeten wel huisvesting bieden. We gaan met steeds minder mensen in een huis wonen. Daar moeten we wel voor bouwen. Nou, dat heeft de raad keurig overgenomen. Voor wat betreft de regionale visie hebben we als college gewoon een voorstel gedaan om uit het gedachte te stappen dat wij een deel van de geprognotiseerde, het is nooit besloten, maar voorspelde groei in de komende jaren, die 12.000 woningen, dat we daarvan in Leusden een flink deel zouden moeten opvangen. Dus dat hebben we ook aan de raad voorgelegd. Daar heeft de raad ook gewoon mee ingestemd. Dus we zijn denk ik op dat punt gewoon heel transparant. En wij volgen wat onze eigen inwoners, 800 mensen, vorig jaar ons hebben meegegeven. Beetje groeien na 2025 mag, maar doe het beheerst. Ja, toch even een regionale visie. Dan zeg je, het zijn twee woorden, dat snap ik allemaal wel. Maar de regionale visie was wat breder dan alleen woningen. Daar wordt het op toegespitst, maar het is veel breder. Het heeft te maken met economie, het heeft te maken met onderwijs en al die aspecten die daarin zitten. Nou, dat programma, dat hebben we raadsbreed, hebben we dat uitvoerig bediscussieerd. Inclusief die woningen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het CDA de enige is die het altijd heeft gehad over 50 woningen. Daar hebben wij steeds van gezegd, nou 50, of het er nou 60 zijn. Het gaat om de kern van het verhaal. De kern is beperkt bouwen. We hebben een target te doen van 1000 woningen. Die afspraak lag er al, hè. Die is al van twee groepen terug. En wat gaan we daarna doen?
Dat moet beperkt zijn, dat moet goed afgewogen worden, dat moet goed afgewogen worden in het groen waar we in zitten. Wij willen het groen behouden. We willen ook zorgen dat er mogelijkheden blijven voor jongeren en ook voor ouderen. Maar je moet ook in dat totale pakket kijken naar het totaal van Amersfoort en omgeving. En dat te ontkennen is natuurlijk het verkeerde. Heel simpel, iedereen die in de Amersfoort en omgeving woont, kan morgen in Achterveld wonen. Ja, het is niet dat alleen maar Achtervelders hier kunnen wonen. Nee. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik kom zo bij je. Maar nee, wat ik bedoel te zeggen is dat we daar ook heel eerlijk in moeten zijn. Ja, de mensen uit Leusden en Achterveld kunnen ook in Amersfoort wonen. En ook in Baren en ook in Nijkerk. Al kortom, die groep is wat groter. Maar nogmaals, er is een keuze gemaakt door bewoners. Daarvan hebben wij ook steeds gezegd, daar gaan we voor 300% achter staan. Maar we moeten wel kijken naar de totale ontwikkeling en we willen geen dooddorp op termijn. Dankjewel. Ik zit even te kijken. We hebben nog 10 minuten. Ik heb net met een aantal mensen besproken dat jullie allemaal zo een minuut per partij krijgen om er even een soort afsluitende pitch te houden. Ik zeg hem nu alvast dat jullie alvast kunnen nadenken. Dat begint over een paar minuten. Is er nog een vraag uit de zaal? Ja, ik heb een vraag. Als je naar de microfoon... Ja, sorry. Achtervelders houden niet van vreemde woorden. Wat is wrap-up? Je bent te laat. Er staat samenvatting hier bij mij, maar ik weet niet... Ja, nu wel, hè? Ik was al getipt, dank je. Nog meer... Als je in de microfoon wil praten, ga. De VVD zei net dat ze een partij zijn voor ondernemen. Ik vroeg me af of ze ook een partij zijn voor ondernemers. Want de bakker is er nog niet eens. En nu willen ze al dat hij op zondag open gaat. En juist in de 24-uurs-economie van tegenwoordig is het belangrijk dat kleine ondernemers rust hebben in hun leven. Wil je daar een antwoord op hebben? Het is niet zo dat wij tegen de bakker zeggen dat hij open moet. Maar als op een gegeven moment de bakker zelf graag open wil, dan zeggen wij, ga je gang. Het is dus een keus van de bakker. Nee. Ja, wacht eventjes, ik ben er nog niet. Dat is een keus van de bakker. Net zoals dat het een keus is van elke jonge ondernemer om midden in de nacht op zijn zolderkamer te werken tot een uur of 4, 5, 6... Wat niet ongebruikelijk is bij 2500 zelfstandigen die wij in Leusden hebben. Er zijn er heel veel die gewoon thuis, in de garage en waar dan ook werken. Ook daar moet je, denk ik, heel alert zijn op dat zij ook voldoende de ruimte hebben om op een goede manier zich te kunnen ontwikkelen. En dat gaat ook voor jongeren. Dat gaat ook voor jonge ondernemers die het allemaal nog moeten doen. Het gaat er met name om, waar liggen de beperkingen en worden die beperkingen door die ondernemer ervaren? En als dat zo is, mogen ze bij ons komen. Ik wil graag introduceren naar een economische term, dat heet het prisoners dilemma. En dat betekent, even voor alle mensen hier, het gevangenen dilemma, dat je eigenlijk geen keuze hebt, omdat als de spar open gaat, dan moet de bakker ook wel open. Dus de grote ondernemers, die concurreren met de kleine ondernemers. En dat zijn niet de jonge ondernemers, want die zijn geen bakker, die hebben een internetwinkel of weet ik veel wat. Alleen de bakker, die krijgt concurrentie van de spar en dat is een grote handel en niet... iemand die daardoor een vrij dag mist. Ik ben hartstikke blij dat je daarmee komt, want dat betekent ook dat iedereen die hier in het dorp woont, hier boodschappen doet. Ja. Dat bedoel ik ook te zeggen, je kan ook gewoon steeds bij je eigen ondernemer boodschappen doen, hè, om de hoek. Daar hoef je niet voor naar Barneveld, daar hoef je ook niet voor naar Leuze Centrum, kan ook hier. Dat geldt net zo goed, hè. Je moet ook die eigen ondernemer op een goede manier supporten om te kunnen blijven draaien. Dus u zegt, we willen wel dat de spar open is op zondag, maar ga er vooral niet heen, want dan maak je de bakken... Nee. Ik heb dus net tegen je gezegd dat als de spar hier op zondag open wil, nou, dan willen wij wel met hem praten om te kijken wat zijn de regels waardoor hij dat niet kan. Maar het is een keuze die hij zelf maakt. Ja, maar het spar is juist het probleem dat hij wel open kan. Alleen de bakker, die mist daar een vrije dag, die moet 7 dagen per week werken, want dat is een...
een ondernemer. Nee. Die kan het niet. Uit eigen werk. Ja. Ik ben Henry Schouten, ik heb een supermarkt. Nee, het is niet begonnen met de lachers op de hand. Ook wij zijn in Supermarkt Nederland een kleine ondernemer. En dat is niet ter geruststelling van deze jonge man. Wij hebben er, Mirjam en ik, heel erg mee geworsteld. Wij zijn ongelovig. Of andere mensen ermee op moeten zadelen om op zondag te werken, ja of nee. De kunst zit hem erin dat wij, ondanks ons katholieke geloof, ook een functie hebben voor het hele dorp. En dat is ook voor mensen die niet geloven of er anders over denken. Of voor Barnevelders, waar de winkels waarschijnlijk veel langer gesloten zullen blijven. Dus wij hebben er echt goed over nagedacht. En ook in de markt zijn wij een kleine speler. En we hebben nog heel lang gewacht om dat te doen. Want heel Nederland was al bijna open. Wij hebben gewoon tonnen omzet laten liggen, Mirjam en ik, door gewoon consequent dicht te blijven, omdat wij zelf vonden dat dat nodig is. Maar de maatschappij verandert. Er komen 250 huizen te staan. En nu zie je op zondag dat er veel jonge lui bij ons in de winkel komen, die veel minder de binding hebben met kerk of geloof of tradities of normen en waarden vanuit het gezin meegekregen. Die bepalen hun eigen leven en die willen nu iets lekkers hebben. Ik ga het nu halen en ze moeten het ook nu hebben. En dat is compleet veranderd. Dat heeft ons ook verrast. Dus die visie wil ik ook meegeven. Ik zeg helemaal niet per se dat we op zondagochtend open moeten. Wat dat betreft ben ik nog blij dat er een coalitieakkoord is, dat het na 12 uur pas mag. Maar er is wel degelijk behoefte aan. En we hebben die hele discussie al in het klein gehad, allerlei winkels. Moesten we ooit Durex gaan verkopen of de Playboy of niet? Ja, sorry, ik zeg gewoon zoals het is. Dit is een grotere discussie, de zwangerschapstesten. We hebben al die discussies in het klein gehad en dit is een wat grotere discussie. En ik ben blij dat Leus in ieder geval na 12 uur de ondernemers de vrijheid laat om open te gaan, zoals ze het zelf willen, om in te vullen. Mirjam en ik hebben op dinsdag vrijgenomen. Vandaag waren we redelijk vrij. Op woensdag hebben we opa en oma dag. Ja, op zondag zullen we af en toe in de winkel moeten staan. Dus het is voor een kleine ondernemer, zoals wij ook zijn hoor. Wij zijn geen grote jumbo van tonnen in de week. Ja, dus... Ja? Supermarkt, de enige in het dorp nog wat open is, een bloemist, noem maar op, dat is er nog. Maar stel nou dat je in een winkelcentrum, en daar is wel een supermarkt open, maar dat is het enige. Daar kunnen mensen naartoe. Maar er zitten 3 bakkers, 2 slagers en een kruideniertje. En 1 bakker besluit open te gaan en 1 slager besluit ook open te gaan. Denk je dan niet dat de druk op die andere ondernemers, of ze nou wel of niet willen, zo groot wordt dat ze denken, ik moet wel Ik denk overgaan. Dat ik het antwoord net zelf gegeven heb. Die druk die hebben wij zelf ook ervaren. Ik laat nu wel wat misschien van mijn ziel hier zien in deze zaal. Nee, maar het was echt een hele moeilijke beslissing. En wij willen het ook niet per se, ja, sommige mensen schermen met Leviticus, hè, dat je ook op zondag of de rustdag niet je slaven moet laten werken of je werknemers. We hebben ze vrij ingelaten. Maar het is wel een kunst voor ons om nu werknemers aan te trekken, waarvan we bij de aanstelling duidelijk maken van, wil jij op zondag werken of niet? Want Mirjam en ik houden dat nooit eeuwen vol zo. Ik ben 65. Maar wij doen het voor het dorp. Ja. En de winkel is vernieuwd. We hebben er tonnen in gestoken. Ja, ik verwacht ook niet, het is een andere geruststelling hier, dat het hele dorp bij ons koopt, want dat is al lang niet meer zo. Wij weten echt heel goed dat mensen voor grote boodschappen, de pakken luiers en 32 rollen toiletpapier naar de Jumbo of de Lidl gaan. Maar wij zijn wel een winkel midden in de samenleving, die ook nog eens een keer fix wat geld in de samenleving pompt. Ik weet niet of jullie wel eens van het project Vereniging Sparen hebben gehoord, maar daar hebben we afgelopen jaren, 3 jaar, 18.000 euro de dorp in gepompt. Dat mag dan ook wel eens gezegd worden, dankzij jullie boodschappen. Ook de kleine boodschappen. Wij weten echt heel goed dat die grote, dus die grote boodschappen ergens anders gebeuren. Maar wij willen gewoon ook in het dorp een functie hebben dat als ik het nu wil hebben en ik zit om 5 voor 6 om een pak Pampers verlegen of een potje Olveriet of help mijn bami of nasi pakket eens op.
En dan ben ik een dubbeltje duurder, ik weet het heel goed. Maar gun ons ook die positie in het dorp om dat zo te kunnen houden. Dus ik spreek er nooit iemand op aan, dat is levensgevaarlijk. Van jij koopt wel en jij niet, dat doe ik echt niet. Maar, en dat geldt ook voor alle andere ondernemers hier in het dorp. Je hoeft niet je leven lang altijd naar de kapster te gaan of naar de bloemist. Er zijn goedkopere, er is een markt, gun die ook hun leven. Maar gun het ook dat je onderhand niet loopt jezelf, hè? Hier het dorp. Dat je loopt te piepen als je achter een rollator loopt en je zegt... We zitten in een dood dorp waar geen zak meer te beleven is. Ik kwam voor Spar Nederland, ben ik secretaris geweest jarenlang. Ik heb het straks al uitgelegd aan iemand in heel veel dorpen in Noord-Nederland. In Noord-Holland, boven Alkmaar, in Limburg, waar echt helemaal niks meer te doen is. En okay, Achterveld is niet zo'n dorp. Ik ga naar de wrap-up. Hè? Ja. Nou, daar wou ik graag naartoe. Dank je, voorzitter. Maar... ik zou nog één vraag willen stellen en dat is misschien een mooie afsluiting. Hij zakt hier. Ik ben er straks op. Ik zal het helemaal voldoen. Ik daag jullie uit, misschien in een wat kleinere setting, om over 2 jaar al die mooie verkiezingsbeloften die vanavond gedaan zijn, om te komen vertellen wat er van gebeurd is, wat er van waar gemaakt is. En wat je dan nog voor plannen hebt om die resterende 2 jaar dat je op dat plus mag zitten, om er dat ook nog een invulling aan te geven. Dus... doe ook aan spiegelvoorhouden, aan zelfreflectie, politiek. Maak je geloofwaardig, kom over 2 jaar naar ons terug. Misschien weer een samenwerking met de dorpsraad. En vertel ons wat er al gebeurd is, wat wij vanavond hier in deze tafel en hier in de zaal aan wensen hebben gehoord. Ik vind het een goed idee, Harry, maar even een toelichtende vraag. Wil je alle partijen dan hebben of alleen de coalitiepartijen? Degene die vanavond de grootste mond hadden. Ja, ik zag jou net staan om een vraag. Heb jij een korte vraag? Of? Nou, ik heb niet echt een vraag. Dan ik heb alleen een hele goede tip. Alle mensen in de zaal. Henry die had een groot dilemma, zei hij. Hij moest open. Hij mist omzet, tonnen omzet. Mensen uit Barneveld kan hij mooi hierheen halen. Waarom? Omdat in Barneveld de raad heeft besloten om dicht te blijven. Om de ondernemers niet voor een dilemma te zetten, zoals jij hebt gehad. Nu zitten hier voor ons allemaal mensen die zometeen als het goed is in de raad komen. Nu is het vele jaren te laat. Maar die raad had vroeger eigenlijk ook moeten besluiten dat de winkels dicht bleven zondag. Hendrik ook geen dilemma gehad. Geen ton omzet gemist. En ons dorp rustig. Dankjewel. Ik wilde nu naar de samenvatting gaan. Het is 10 uur geweest, eigenlijk al te laat. Is het een bezwaar als we een kwartier doorgaan? Ik kijk even. Ja. Oké. Okay. Wie mag ik beginnen een minuut tijd te geven van de partijen om een slot pitch te houden? Ik ga het gewoon doen. Ik ga de tijd weer. Ik heb eerlijk gezegd geen groot verhaal. Wat me eigenlijk vanavond ook weer heel erg is bijgebleven, is ook met name het laatste verhaal en het korte gesprek wat ik in de pauze had. En dat er op neerkomt dat je voortdurend met de mensen in gesprek blijft en probeert op te halen wat daar leeft en dat probeert te vertalen naar de raad. En wat mij betreft is de kern van het raadswerk is precies dat. Nou, ik kan het niet geloven, maar de SP schaart zich wat dat betreft nu achter de D66. Ons credo is met elkaar, voor elkaar. SP zal altijd in de buurt zijn. We zijn de afgelopen tijd wat weinig in Achterveld en Stoutenburg geweest. Maar we komen terug en vorige week waren we hier nog. En laten we met elkaar in gesprek blijven, zodat wat wij horen, dat meegenomen kan worden in de raad. Ik hoop erop. Dankjewel. Ja, ChristenUnie SGP, de afgelopen 4 jaar voor het eerst in het college, dat is ons goed bevallen. En volgens mij leusde ook. Ook de combinatie was een prima combinatie om slagvaardig te zijn. Maar vanaf 21 maart kan er weer een nieuw college zitten. Wij doen weer graag mee. En ook graag voor Achterveld, want Achterveld laat zijn kracht zien. En wij zijn wel een mensenpartij, dat is een beetje deze hoek volgens mij, maar goed. En we willen heel graag met die zorg aan de slag, ook voor Achterveld. En dus de jeugdzorg, de scholen, de heelkom is voor ons een heel belangrijk punt.
En daaraan gekoppeld is het armoedeverhaal. Ook in Achterveld zijn de mensen die in armoede leven, laten zich niet graag zien, maar willen heel graag daar dichterbij komen om die mensen te helpen. En de laatste dan, ook toegankelijkheid. Mijn fractievoorzitter zit wel ergens daar, dat is hij een haar ding. Maar mensen met beperking, mensen die wat minder gaven hebben, laat ze meedoen in de samenleving. Ook in die burgerinitiatieven. Want ik zie burgerinitiatieven heel vaak dat het mondige mensen zijn. Ook de mensen die niet mondig zijn, moeten meedoen in deze samenleving. Geloof in de ChristenUnie SGP. Nou, ik wil even, niet namens D60, maar namens alle partijen, wil ik jullie allemaal uitnodigen om vanaf zaterdag op de website van het AD is een mooie kieswijzer met stellingen waarin je alle partijen nog eens rustiger kan vergelijken zonder af en toe het retorisch geblaar wat hier is. Het werd gezegd namens alle partijen, dus ja. Dat doet D66 vaker, hè? Namens ons allemaal praten. Nee, tijd is in. Dank voor jullie bijdrage en de vragen. Volgens mij zijn er wel een paar thema's die onderbelicht blijven. Ik denk aan de agrarische bedrijven. Toch ook kenmerkend voor Achterveld, het buitengebied. Zouden we niet meer met energie kunnen doen in het buitengebied? Lijkt me een belangrijk thema. Ik sluit aan bij zorg. Dat probeerde ik ook net uit te drukken met DAVA. Ik vind het echt een punt voor ouderen, maar ook voor jongeren. Achter de deur gebeurt meer dan wij denken. En ik vind dat we daar serieus aandacht aan moeten besteden. En meer dan wij tot nu toe hebben gedaan. Ik zeg het heel simpel. Maar laten we met elkaar van Achterveld gewoon een bruisend gemeenschap maken. En daar willen wij heel graag samen met jullie op investeren. Dankjewel. VVD. Ja, ik wil in ieder geval beginnen met datgene wat ik zo straks riep. Ik ga het nog even afmaken. want dat meen ik oprecht. Ik heb zo straks aangegeven, zeg maar, hoe sterk Achterveld eigenlijk is. Dat alle onderwerpen die we ook vanavond besproken hebben, op de een of andere manier al langs geweest is. Dat er hele goede contacten liggen, ook binnen het raadsgebeuren met de verschillende stromingen, zeg maar, vanuit het Achterveld. Maar wat we niet moeten vergeten, en ik ben zelf een van de medeverantwoordelijk geweest voor het oprichten van een dorpsraad hier. Dat is al heel lang geleden en niet vanuit de politiek, maar vanuit inwoner uit Leusden-Zuid. In 2013 is dat min of meer gekild, hè? En eigenlijk durf ik wel te zeggen dat het mede dankzij de inspanning en het enthousiasme van jullie dorpsraad ook al die onderwerpen voortdurend bij ons langskomen. En ik wil daar wel een applaus voor hebben. En dan maak ik het nu af zoals het zou moeten. Ik meen echt wat ik net zei. Wat ik jammer vind vanavond is dat wij eigenlijk onvoldoende de kans hebben, maar dan moeten we kijken hoe we dat in de toekomst wat beter gaan doen, om met name ook de jeugd. En jullie hebben een hartstikke goede jeugdvereniging, maar er is ook een deel van de jeugd wat ook in Achterveld zo'n beetje hun eigen regime hebben. Hoe we die nou interessant kunnen maken voor het, niet het raadswerk, als wel voor hunzelf, voor hun ontwikkeling. Wat missen ze? Wat verwachten die nou van ons? Wat ze op dit moment van ons verwachten is helemaal niks. Want dat hebben ze me laatst al een keer verteld. Jullie doen toch nooit wat. Maar ik zou het prima vinden om de volgende keer meer aandacht te hebben ook voor het jeugdgebeuren. Over 2 jaar doen we dat. Prima. Wim. Ja, dankjewel. Als het gaat om de belofte aan Henry, dat wordt een lastige. Henry, je weet net zo goed als ik, in 1991 stond hier nog een coöperatiegebouw. En zo rond 2000 ben ik me ermee gaan bemoeien, begon ik het echt vervelend te vinden. En steeds narger ben ik gaan worden. En ik weet dat die processen heel lang duren. Maar ik ben er wel heel erg blij mee als ik de afgelopen weken over dat plein zo'n beetje loop richting de kerk. Dan denk ik van, nou jongens, dat gaat best mooi worden. En ik krijg daar best wel een gezellig en warm gevoel van. En dat zal misschien niet in die 2 jaar gerealiseerd zijn. Maar het is wel waarvoor ik in ieder geval de garantie kan geven als het gaat om het Achterveldse geluid. Nou, die heb je en dan weet je dat we daar vol in zitten. Maar ik wil daarbij benadrukken dat het CDA is niet alleen voor Achterveld. En ik ben er trots op dat ik niet alleen voor Achterveld straks de gemeente mag vertegenwoordigen, of de CDA mag vertegenwoordigen, maar voor heel Leusden, voor de hele gemeente Leusden.
En als ik kijk naar onze lijst, ben ik daar nog trotser op, want op onze lijst staan allemaal mensen die uit echt alle hoeken van de hele gemeente Leusden komen. En dan is het dus niet alleen het Achterveldse geluid, maar het geluid uit alle wijken, uit alle regio's, uit alle hoeken. Ondernemers, sporten en dergelijke. Alles is aanwezig in onze fractie, of in ieder geval onze kandidatenlijst. En ik nodig jullie uit. Spreek ons aan, weet ons te vinden, zoals je ons tot nu toe hebt weten te vinden. Dankjewel, Wim. Voor een leugen dat we door willen geven. Ik kijk even de zaal in. Ja, ik kom toch even naar je toe, want namens de campagnecommissie en de campagneleiders, elke partij heeft één persoon in de campagnecommissie zitten. En ik wil je hartelijk bedanken voor de uitnodiging en de goede communicatie die we hebben gehad, de duidelijke afspraken. En u bedanken voor de gastvrijheid namens de politieke partijen en de campagne. Dank u wel. Het lijkt bijna afgesproken, maar ik wil jullie ook bedanken. en ook de complimenten dat jullie hier allemaal zijn, alle partijen in zo'n groot aantal. En dat jullie ook op deze manier de discussie met het dorp aan willen gaan. Ik vind het heel prijzenwaardig. Dankjewel. Ik wens jullie heel veel succes 21 maart en met name daarna. En ik ga alvast met de Griffie afspraken maken voor over 2 jaar. Dank jullie wel.